Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Klop. Meneer Klop, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij onderzoeken het stelsel van coöperaties en ook de incidenten die daar plaatsvinden. Dus in dat verband willen we weten wat er is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en ook wie ervoor verantwoordelijk is. Vandaag concentreren wij ons op Vestia en in dat verband wordt u zelf gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. Juist. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat u op alstublieft. Wilt u mij nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opheffen en mij nazeggen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. U staat onder ede, meneer Klop. Neemt u plaats. Dankjewel. Als u de microfoon aan zou willen laten staan gedurende het verhoor, dan gaan we beginnen. Ja, voordat u begint zou ik graag drie dingen willen delen. Is dat een punt van orde? Of, ja, ik vind zelf wel een punt van orde. Ja, ja, maar alleen een punt belangrijk van orde kan, hè, want wij stellen vandaag de vragen. Maar dat, gaat uw gang. Dat begrijp ik. Ja. De eerste is dat ik last heb van overmatig transpireren. Dat heb ik al mijn leven lang. Dat zit in de familie, dat heet hyperhidrosis en het geeft mij rust als ik dat pas meld, hoeft er niet van te schrikken. Akkoord. Als dat gebeurt, of zo is. Tweede is dat ik slechthorend ben. Ik kan u uitstekend verstaan, maar ik zal toch, als ik dat nodig vind, vragen opschrijven, zodat ik zeker weet dat ik u goed begrijp. En dan kunnen we graag zorgvuldig antwoord geven. Derde punt van orde is dat Vestia heeft bij een rechtbank die daarin gespecialiseerd is een klacht ingediend over de jaarrekening die door mij gecontroleerd is, tot en met 2009. De rechtbank heeft geconcludeerd dat ik mijn controle deskundig, kritisch en diepgaand heb gedaan. Vestia is wel in hoger beroep gegaan, dat mag natuurlijk, maar dat betekent wel dat ik vanmiddag extra zorgvuldig, ik ben al zorgvuldig natuurlijk, maar extra zorgvuldig zal zijn bij de beantwoording van de vragen. Mm-hmm. En waar nodig zal willen refereren aan specifieke stukken. Prima. Wij gaan, dank voor deze mededelingen, meneer Klop. We houden er rekening mee, zeker ten aanzien van uw gezondheid. Sorry, ten aanzien van uw fysieke conditie bedoel ik. Ja, precies. De gezondheid is uitstekend. Nee, prima. Uitstekend. Meneer Klop, we hebben u opgeroepen als getuige omdat u 9 keer, als wij goed hebben geteld, de jaarrekening heeft gecontroleerd bij uw controleklant Vestia. En binnen marktleider Deloitte was u ook nog eens eindverantwoordelijk voor het coöperatieteam, als ik dat zo even mag noemen. Uw controleklant Vestia die kwam uiteindelijk in zwaar financieel weer terecht. En de rol van accountants in die sector die nemen wij mee. En specifiek uw controlerende rol bij Vestia. Toezichthouder AFM op de accountants verricht ook nog eens onderzoek naar het functioneren van de grote accountantskantoren. Daar kwamen ook stevige conclusies uit naar voren. Nou, in dit voorbeeld willen we u graag vragen stellen over uw rol bij Vestia en ook uw rol als eindverantwoordelijke bij Deloitte voor dat coöperatiecontrole gebeuren. En in dat verband beginnen wij met de heer Bashir. Meneer Klop, we willen graag starten met een korte verkenning van uw controlepraktijk bij Vestia. Later zullen we in detail ingaan op de jaren 2008 en 2009... Om te beginnen, wie gaf eigenlijk formeel de opdracht
voor de controle van de jaarrekening en de managementletter? Bij corporaties is het zo. Even opschrijven voor mij de onderzoek. Bij woningcorporaties is het formeel zo geregeld dat de Raad van Commissarissen de verantwoordelijke is voor de opdrachtverstrekking aan de controlerend accountant. Als het gaat over de managementletter, dat is een rapport van bevindingen ten behoeve van de bestuurder. En het is de bedoeling dat je als accountant daarin die dingen signaleert en weergeeft die je opgevallen zijn bij de controle waar de bestuurder zijn voordeel mee kan doen. Helemaal strikt formeel bezien is het zo dat je als accountant aan de ene kant een controleverklaring geeft bij de jaarrekening. Dat je zegt van nou geeft die jaarrekening een getrouw beeld, ja of nee. En het tweede is het dat je een rapport van bevindingen uitbrengt aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast is dat optioneel of dat je al dan niet een managementletter uitbrengt aan de bestuurder. Ja, u zegt formeel is het zo dat de Raad van Commissarissen een opdracht hiertoe geeft. Maar hoe ging het in de praktijk bij Vestia? Ook formeel zo? Ja, ook daar geldt dat de Raad van Commissarissen formeel de controleopdracht verstrekt. Ja. Heeft, formeel en ook in de praktijk? Ja. Ja. En vervolgens, als u met uw bevindingen kwam, presenteerde u deze als eerste aan de Raad van Commissarissen of aan het bestuur van Vestia? En met bestuur bedoel ik natuurlijk de heer Staal of de directeur Financiën. Nou, op het moment dat wij bevindingen hebben uit onze controle, dan moeten wij uiteraard ter afstemming van de feiten en omstandigheden die voorleggen aan de gecontroleerde. En dat begint in de praktijk onderaan in de organisatie zo naar boven toe. En bij Vestia ging het zo dat we dan in de eerste instantie de bevindingen bespraken met de directeur Financiën, de heer Wevers. En in tweede instantie kwam het dan terecht bij de bestuurder. En daarna was het zo, als die bevindingen definitief waren, dat we dan rapport uitbrachten aan de Raad van Commissarissen. En daar ging ik ook altijd de bevindingen mondeling toelichten. Ja, en gebeurde het wel eens dat er nog aanpassingen kwamen in uw bevindingen, naar aanleiding van de gesprekken die plaatsvonden met de mensen binnen Vestia? Voordat uw bevindingen naar de Raad van Commissarissen gingen? Jazeker, er zijn altijd aanpassingen. Want als jij de controle doet, ja, dan kan het zijn dat je met dingen vergist. Of dat men alsnog zaken boven tafel kan halen die je tot op dat moment nog niet had. He, dus je doet de controle, je begint ermee. En ja, zo bouw je langzamerhand die bevindingen op. En uiteraard moet je de gecontroleerde Vestia, in dit geval, de gelegenheid geven om op die bevindingen te reageren, aan te vullen, te corrigeren, dat soort zaken. En uiteindelijk blijft er dan een rapport op dat je zegt van, nou ja, wij hebben alle feiten en omstandigheden afgestemd en dat is het dan. Ja. En kwam het ook wel eens voor dat bijvoorbeeld waarschuwingen die bijvoorbeeld eerst aan het bestuur of aan de heer Wevers voorgelegd werden, geschrapt zijn voordat ze naar de Raad van Commissarissen zijn gestuurd? Wat altijd voorkomt is dat je als accountant bevindingen hebt. U noemt het woord waarschuwingen, wij noemen dat bevindingen. En dat je zegt van nou ja, dat is iets dat valt ons op, daar zou je iets mee kunnen doen. Dat zou beter kunnen, dat zijn verbeterpunten. En op het moment dat de Vestia in dit geval dan aan kan geven, ja maar wacht even, je hebt dit of dit nog niet gezien, of we hebben dit of dat nog. Dan kan het aanleiding zijn. En zegt van ja, ik heb dat verkeerd gezien, ik moet dat beeld bijstellen en dan kan die bevinding van tafel, zeg maar. Dat kan, ja. Maar het is ook zo dat dan kijk ik vooral naar het rapport aan de Raad van Commissarissen. Omdat de Raad van Commissarissen is de opdrachtgever van de controlerend accountant. Dat is mijn klant. Daar moet ik de controle voor doen. Dat ik altijd kijk van, oké, wat zijn nu de bevindingen die voor de Raad van Commissarissen van belang zijn? En die worden gerapporteerd. Ja.
Was u eigenlijk ook aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen? Als er bijvoorbeeld besprekingen waren over kadergevende stukken. Zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het financiële statuut. Of de bespreking van het jaarlijkse treasuryverslag. Als accountant ben ik aanwezig geweest bij die onderdelen van die vergaderingen waar de bevindingen van de controle aan de orde waren. Verder heb ik geen vergaderingen bijgewoond. En dat hoeft ook niet, want de Raad van Commissarissen die vergadert en als accountant word je geacht erbij aanwezig te zijn om je eigen bevindingen toe te lichten. Soms is volgens mij ook de accountant aanwezig bij een auditcommissie. Om stukken voor te bespreken, voordat ze in de Raad van Commissarissen besproken werden. Maar Vestia had geen auditcommissie. Ja, juist. Hoe vervulde u dan uw werk als het op dat gebied ging? Even kijken hoor, ik begrijp uw vraag dat u zegt van dat als er een auditcommissie is, dat je dan voorbesprekingen kunt doen met de auditcommissie. We hebben hier in ons vorige gesprek ook over gesproken, van hoe zit het nou eigenlijk met de auditcommissie. Dan neem ik het toch even mee terug in de tijd. Als ik dat terugfilm, dan is het begrip auditcommissie in de loop van de jaren, en ik ben controlerend accountant geweest over de jaren 2000 tot en met 2009, is dat begrip is meer en meer naar voren gekomen. In het begin hadden we die niet eens, was dat een heel onbekend verschijnsel. En in de loop der jaren is dat er meer en meer ingekomen. In eerste instantie vond ik het maar niks, zo'n aparte auditcommissie. Omdat ik denk van ja, als Raad van Commissarissen ben je integraal verantwoordelijk voor je toezicht. En je loopt het risico, als je dat in aparte commissies onderbrengt, dat je dan als lid van de Raad van Commissarissen denkt, nou dat is daar wel behandeld, daar hoeven we dan minder aan te doen. Dus ik was zeker in het begin er heel erg voorstander van om geen auditcommissie te hebben en om dat dan te houden bij de voltallige Raad van Commissarissen. In die gevallen, waar ik accountant was, waar wel sprake was van auditcommissie, heb ik er altijd op gestaan om niet alleen daar te zijn om de bevindingen te bespreken, maar ook in de voltallige raad. Omdat nogmaals, elk lid van de Raad van Commissarissen is individueel verantwoordelijk voor het geheel, dus ook voor de financiën. Ja. Dus ik vond het. Maar u was bijvoorbeeld niet aanwezig bij de bespreking van het financiële statuut? Met de volledige Raad van Commissarissen? Ja, ik maak even het antwoord op de vorige vraag af. Hè. Dus ik vond het bij Vestia niet onbegrijpelijk dat ze geen aparte auditcommissie hadden. Omdat ook in de voltallige vergadering van de Raad kwamen de bevindingen van mij aan de orde. Ja. Dan uw vraag of ik aanwezig was. Want u stelde de vraag van, was ik aanwezig bij de kaderstellende vergaderingen met betrekking tot het Treasury-statuut? Nee, ben ik niet erbij aanwezig geweest. Ik kan me niet herinneren. Dat betekent dus dat ik er niet bij ben geweest, dan zou ik het wel weten. En het tweede is of ik aanwezig ben geweest bij de bespreking van het Treasury-verslag? Ook niet. Maar dat hoefde ook niet, hè? Laat dat ook helder zijn. Als u wel aanwezig was, wat was dan uw inbreng? Zou u die vraag misschien wat nader kunnen specificeren? Want nou, u zegt van ik ben wel eens aanwezig geweest bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als ik mijn bevindingen moest presenteren. Ja. U presenteerde uw bevindingen. Op welke manier gebeurde dat nou? Was de Raad van Commissarissen ook benieuwd? Werden kritische vragen gesteld? Werd er ingegaan op bevindingen die u had, zoals u het formuleert, of waarschuwingen? Ja. Ja, u noemt even het woord waarschuwingen. Het is, u stelt eigenlijk twee vragen, hè, van wat mijn inbreng was bij de vergaderingen. En u noemt en passant het woord waarschuwingen. Het is zo dat, is dat maar beetpakken, dat als ik iets rapporteer aan de Raad van Commissarissen, er zijn geen voorschriften voor waar je over moet rapporteren. Je moet als accountant zelf zo slim zijn om na te denken van wat speelt nou eigenlijk in de omgeving, wat is nou van belang en wat moet ik rapporteren. Dat heb ik ook gedaan bij Vestia, want in 2008 was het kredietcrisis. Ik heb gezegd, oké, wat is dan belangrijk en dat rapporteer ik aan de Raad van Commissarissen. Dat is wat ik denk wat relevant is. Dus dat is mijn inbreng dan ook bij die Raad van Commissarissen. Wat ook kan, dat was
Dan stelt zo'n raadcommissaris zelf zeggen, ja, maar wij willen dat je daar of daar naar kijkt. Maar ik vind het belangrijk dat ik, hè, want ik werk voor de Raad van Commissarissen, ik moet naar hun rol kijken, ik moet zodanig de controle doen dat ik hun optimaal ondersteun om hun toezichthoudende rol te vervullen. Nou, daar moet ik voor rapporteren en dat is wat ik dan doe. En u noemt het woord waarschuwingen. Ja, of zoals u het zei, bevindingen. Ja, bevindingen, precies. Nou ja, het is een nuance, maar wel een belangrijke. De bevindingen die ik dan heb, nou die, nou, hoe ging dat? Ik denk na over van wat speelt er in de omgeving. 2008-2009 was het kredietcrisis. Wat betekent dat voor de Raad van Commissarissen in haar toezichthoudende rol? Dat betekent dat ik daarna kijk van wat moet ik daarover rapporteren? En wat in dat rapport staat, dat wordt dan ook is doorgenomen bij de bespreking met de Raad van Commissarissen van Vestia. En wat ik me ervan kan herinneren, en dat betekent dat het zo ging, dat gewoon punt voor punt werd doorgenomen en dat er ook vragen over worden gesteld. U kunt het ook nalezen in de notulen van de Raad van Commissarissen die naar ik aanneem ook voor u beschikbaar zijn. Dan wil ik met u het wat concreter maken. Controleerde u ook op de toepassing van de interne regels? En dan heb ik het bijvoorbeeld over het type derivaten, het twee handtekeningen principe, scheiding van functies. Ja, deze vraag is ook aan de orde geweest in de procedure die Vestia tegen mij gevoerd heeft bij de rechtbank die gespecialiseerd is in de controle van jaarrekeningen. En alle drie die punten zijn ook daar aan de orde geweest. En daar heb ik uitvoerig gedocumenteerd, verweergevoerd, wat ook gehonoreerd is door de accountantskamer, dat wij deze controles in toereikende mate gedaan hebben. En waar moet je dan aan denken, toereikende mate? Ik word ingehuurd om een oordeel te geven bij de jaarrekening. Niet meer, niet minder. Ik moet beoordelen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. That's it. En alles eromheen, wat ik doe, dat moet passen in die doelstelling. Dus als we het hebben over beoordelen van administratieve organisatie of wat dan ook, dan is het allemaal in het licht van, geeft de jaarrekening nu een getrouw beeld? Ja, dat of is, nee? Nee, ik wil toch met u even terug naar de vraag. Want u zegt van, ja, ik heb een verweer gevoerd bij de rechter. En dat is allemaal gewonnen, prima. Laat het duidelijk zijn. Maar wij doen hier ook zelf onderzoek. Mm-hmm. En we zijn benieuwd naar de feiten. En als u nu gewoon mijn vraag wilt beantwoorden, namelijk heeft u ook de interne regelgeving die er binnen Vestia geldt, of u daar ook op gelet heeft? En dan heb ik een aantal voorbeelden genoemd, bijvoorbeeld type derivaten, maar ook twee handtekeningen principe, scheiding van functies. Heeft u daar ook op gecontroleerd? Ja, is het antwoord. En ik heb net uitgelegd. Wilt u er wat dieper op doorgaan? Dan kan ik ja, doen. Als het kort kan, als u het kort kunt formuleren. Ik weet niet of dat het kort kan, maar ik zal mijn best doen. Als het gaat over scheiden van functies, heb ik vastgesteld dat er sprake is van een toereikende functiescheiding. Je had de beschikkende functie, dat was de bestuurder die de contracten ondertekende. De uitvoerende functie, dat was meneer De Vries, de treasurer. Je had de registrerende functie, mevrouw Veteris. En je had de controlerende functie, meneer Wevers. En die functiescheiding hebben we ook vastgesteld dat die in toereikende mate aanwezig was ten behoeve van onze controle. Hoe doen we dat? Dat betekent dat wij kijken naar stukken, naar contracten, van of datgene gebeurt wat er zou moeten gebeuren aan de hand van die functiescheiding. En dat betekent ook dat voor mij van belang was, van zie ik die organisatie ook werken. Want als je het hebt over functiescheiding, wat was er nog meer met betrekking tot de derivaten? Er was een aparte treasury-commissie die met elkaar nadacht over van hoe gaan wij met die derivaten om. Er werd jaarlijks een treasury-verslag gemaakt. En wat ook gecommuniceerd werd naar de Raad van Commissarissen. En wat voor mij ook heel belangrijk was, was dat ik zag dat Vestia, toen ik accountant was, tot en met 2009, begreep wat ze aan het doen was. En dat kan ik ook aantonen. Het is namelijk zo, als je kijkt naar de situatie van 2008 tot en met 2009, dan zag je dat er in 2008 een negatieve marktwaarde was van 762 miljoen. En een jaar later, in 2009, was die negatieve marktwaarde 149. Dus een heel stuk lager. Iets van 500, 600 miljoen lager. Dat, terwijl de rente van 2008 naar 2009 was gedaald. Dus je zou verwachten dat die negatieve marktwaarde omhoog ging, maar hij ging naar beneden. En dat kwam
omdat ze maatregelen hadden genomen die ook uitvoerend zijn toegelicht in het jaarverslag om de rentegevoeligheid te verminderen. Dus ik zag ook dat even het dingetje, ja, één dingetje die hier uitpakken, namelijk de twee handtekeningen principe over scheiding van functies. Op het moment dat bijvoorbeeld de kasbeheerder, de heer De Vries, een contract afsloot, dan was dat bijvoorbeeld onomkeerbaar. Dan was het contract al gesloten. Terwijl hij in zijn eentje bijvoorbeeld die contracten kon afsluiten. Hoe kunt u dan concluderen dat dat goed geregeld is? Nou, het is zo dat, wat u zegt, van hij sloot een contract en dan was het onomkeerbaar. Hè? Dat is, Ja, op het moment dat hij het contract sluit, dan is Vestia daaraan gebonden. Ja. En later was er een front office en een back office en handtekeningen. Maar het was dan al geschied. Ja. Ja, want ik neem aan dat u ook bekend is dat als De Vries een transactie deed, dat dat daarna altijd werd bevestigd in een formeel contract waardoor de bestuurder ondertekend moest worden. Ja, maar dan was het al gebeurd. Ja. Dus op het moment, ook al tekende de bestuurder niet meer, omdat de trusser, de kasbeheerder van Vestia, de heer De Vries, mandaat had gekregen, kon hij dus gewoon alles afsluiten. Ja, hij... Kijk, zo gaat het in die handel. Dat gaat dan mondeling en je moet dan op dat moment handelen. En dat werd dan schriftelijk bevestigd. Maar hij hoeft dat natuurlijk maar één keer te gek te maken en dan zou de bestuurder wel aan de bel trekken. Dus in theorie zou je kunnen zeggen van ja, er kan heel veel fout gaan, maar in de praktijk valt er natuurlijk reuze mee. Er is altijd een contract met een handtekening dus van de bestuurder. Dus u zegt in de praktijk viel het reuze mee? Ja. Er is altijd een contract met een handtekening van de bestuurder. Maar pas op het moment dat het contract al gesloten was. Ja, maar zo gaat die handel. Ik bedoel, op het moment dat die... Maar dat is dan niet helemaal zoals het in de interne regels staat, namelijk dat hij twee handtekeningen moet hebben. Ja, maar hoe had het dan gemoeten? En ik weet overigens, als u zegt het was niet helemaal volgens de regelgeving, dan zou ik ook graag met u eens willen kijken van welke regelgeving bedoelt hij dan precies. Want normaal is die handel werkt de bepalingen in het financiële statuut. Kunt u me aangeven welke u precies bedoelt? De twee handtekeningen principe. Weet u, ja, misschien moet ik een stuk tegenbij pakken of zo. Ik bedoel, maar ik zie het zo. Je hebt de uitvoerende functie, dat is de meneer De Vries. En de beschikkende functie is de bestuurder. Dat zijn twee functies, twee handtekeningen die je dan op dat moment hebt. Het is gewoon sprake van een toereikende functiescheiding. En er werd ook nog eens een keertje van tevoren nagedacht van wat gaan we doen. Dus ik herken uw punt niet, laat ik het zo formuleren. We hebben vandaag en gisteren ook openbare verhoren gehad met andere mensen die binnen Vestia aan het werk waren. We hebben het met bijvoorbeeld de heer Staal gehad, maar ook met de heer Wevers. En zij hebben ons uitgelegd hoe dat ging. De heer De Vries had volledige mandaat om onafhankelijk te opereren. En op het moment dat hij een contract had afgesloten, ook al stond de handtekening van de heer Staal daar niet op, dan was het contract al afgesloten en onomkeerbaar. En dan blijft toch hangen van hoe zit het dan met de twee handtekeningen principe of vier ogen principe? Ja, maar in alle gevallen, neem ik aan, dat ze u verteld hebben, kwam er ook een contract waar de handtekening van de heer Staal onder moest. Uiteindelijk werd het allemaal definitief. Ja, maar het gaat erom of het onomkeerbaar is. Als de heer Staal niet tekende, dan was het alsnog... Kijk, een geldende contract. Een greep in de kas kan je nooit voorkomen. En dan wil ik het met u hebben over de wijze waarop gekeken werd naar de regelgeving die voor de corporatiesector geldt. Heeft u ook gekeken of Vestia zich aan de regels hield die voor de corporatiesector gelden? Kunt u aangeven welke regelgeving u precies bedoelt. Want er is heel veel regelgeving die voor corporaties geldt. Ik heb wel een beeld mee, maar ik vind het toch wel prettig als u dat specificeert. MG 9431. Ja. Dat is een circulaire van het ministerie waarin staat dat bijvoorbeeld open posities niet zijn toegestaan. MG, dat... Nee, laat ik het anders formuleren. Uw vraag was, kijken wij naar de regelgeving van de corporaties. De vraag in hoeverre wij
zeg maar, de rechtmatigheid moeten controleren. Dat is altijd een punt van discussie tussen het ministerie, het Centraal Fonds en de controlerend accountants. En uiteindelijk komt het erop neer dat de wensen van het ministerie die worden vertaald naar een controleprotocol. In dat controleprotocol wordt precies vastgelegd wat van de accountant wordt verwacht en wat hij moet controleren. Daar zie je ook in de loop der jaren een ontwikkeling in. En nou ja, goed, er zijn dan checklisten voor dat je dat precies kan volgen van nou, die punten heb ik dan gecontroleerd en bekeken. En dat controleprotocol, dat is ook iets wat nou ja, aan ontwikkeling onderhevig is en waar in de loop der jaren ook ja, aanpassingen op komen. Maar ik heb net een nummer voor u genoemd, MG94. Ja, die ken ik niet uit mijn hoofd, maar u noemt dat gaat maar die over... 94 staat voor het jaar, dat is 1994, ja, dus u zegt van het is aan ontwikkeling onderhevig. Nee, wat ik zei is... Maar dat... er was een MG dus van het ministerie uitgegeven met daarin duidelijke regels van wat wel en niet mocht. Bijvoorbeeld open posities, open derivatenposities waren niet toegestaan, stond in de MG. Ja. En dan is mijn concrete vraag van heeft u daar ook op gecontroleerd? Ja of nee? Nou, het antwoord is, ik herhaal het, dat de rechtmatigheid van de werkzaamheden van de coöperaties, dat wordt vertaald naar een controleprotocol waarin precies wordt aangegeven wat de accountant wel of niet moet controleren. En dat controleer je en dan rapporteer je ook dat je zegt van nou, dat was het controleprotocol van dit jaar, dat heb ik gehanteerd. En die controlepunten zijn geraakt. Dan zal ik mijn vraag aan meneer Klop anders stellen, want u praat eromheen en... Ik wil toch dat u naar de vraag toe gaat en het antwoord geeft op de vraag. Ik zal eerst mijn vraag anders formuleren. Stond de MG94 ook in uw controlewerkzaamheden wat u moest uitvoeren? Ja, dan herhaal ik mijn antwoord. Het is dat het ministerie, aan de hand van er zijn heel veel MG, heel veel mededelingen, gemeente staat er voor heel veel van die mededelingen en dat gaat er om de rechtmatigheid. Van de werkzaamheden die de coöperatie doet. En daarvan wordt voor een deel gevraagd aan de accountant om dat specifiek te controleren. En dat wordt weer vertaald naar een controleprotocol. En die controleprotocol. En stond daarin in de controleprotocol? En als het daarin staat, is dat gecontroleerd. Ja, en stond dat daarin? Weet ik niet uit mijn hoofd, echt niet. Dus u weet niet of u daarop hebt gecontroleerd of niet? Ik weet niet of MG94, zoals u dat nu zegt, of dat is terechtgekomen in het controleprotocol en of daar dan specifiek op is gecontroleerd. Iets anders is, want u heeft het over open posities en ik denk dat u dan bedoelt open posities met betrekking tot derivaten. Ja. Kijk, die vraag is wel aan de orde geweest, hè? Dat is zeg maar de inhoudelijke kant, hè? Waar ik net antwoord op gaf, dat is formeel van hoe zit dat dan, hè, met die formele regelgeving en wat doe je dan aan de controle van de rechtmatigheid en wat staat in het controleprotocol, dat is één. Maar een ander punt, dat is de inhoudelijke kant met betrekking tot de derivaten. En de discussie van open daar posities... Maar daar wil ik het nu nog niet met u hebben, daar gaan we zo meteen op in. We willen nog even terug naar die vraag die ik heb gesteld, namelijk of u bij uw controlewerkzaamheden ook hebt gekeken naar de geldende wet en regelgeving die voor corporaties gelden. En dat zeg ik niet zomaar, want u bent accountant bij Deloitte. U was eindverantwoordelijk bij Deloitte als het ging om woningcoöperaties. U moet weten wat er voor regels en wetten gelden voor woningcoöperaties. En dan is mijn vraag heel simpel. Heeft u bij uw werkzaamheden gecontroleerd op de wet en regelgeving die voor woningcoöperaties geldt? Ja. En u kunt nu weer over controleprotocol hebben, maar u kunt ook gewoon de vraag beantwoorden. Dan kunnen we verder. Nou, kijk, ik wil nog even reageren ook dat u net zei, u zit er omheen te praten. Dat herken ik niet, want ik wil ook wel ingaan op de controle van die open posities. Ik wil ook even reageren op die landelijke rol. Het is zo dat ik landelijk verantwoordelijk was voor de dienstverlening aan de coöperatie. Maar dat was vooral een commerciële functie. Daarnaast hebben wij een afdeling vaktechniek die verantwoordelijk is voor de vaktechniek. Dat betekent dat de vraagstelling van welke regelgeving is dat en hoe vertaalt zich dat naar controlepakketten, controleprotocollen, die komt vanuit die kant. Het antwoord wat ik u geef is dat wij kijken... bij coöperaties, maar ook bij alle andere sectoren, dat we zeggen van nou, dat is de wet en regelgeving die er is. Moeten wij nu specifiek de rechtmatigheid ja of nee controleren? Want in eerste instantie, onze eerste taak is kijken of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. En het is mogelijk
bij corporaties, dat je zegt van, nou, ik wil dat je ook kijkt naar de naleving van wet en regelgeving. Maar ja, die is zo breed, waar moet ik dan naar kijken? En daar heb je nou een controleprotocol voor. Ook dat is iets wat er misschien 20 jaar geleden nog niet was. Dat is toen gekomen, omdat er behoefte was om duidelijkheid te creëren vanuit de regelgeving. Van, nou, dit is de regelgeving die ik heb. En hierop moet gecontroleerd worden. Dat je dat er specifiek aangeeft. Wij kunnen dat niet allemaal controleren. Wij moeten wel weten waar we naar moeten kijken. En dat doe je in zo'n controleprotocol. En, meneer Klop, u zei net over dat tekenen van die derivatencontracten. Snel, snel, snel. Zo gaat dat in die handel. Ik weet niet of ik snel, snel, snel zei, maar wel zo gaat dat in die handel. Ja, zo gaat dat in die handel, zei u. Maar Vestia was een woningcorporatie, geen derivatenhandelshuis. En u zei ook net, het viel allemaal reuze mee. Dat ook gecheckt en meneer Staal moest alles tekenen. Wij hebben van de heer Staal begrepen dat hij blind tekende bij een tapje van, beste Erik, zet hem hier maar. Dus u zegt, het was allemaal prima geregeld en het viel reuze mee. Waar was hier dan de afdekking, de controle intern? Ja, ik heb de heer Staal dat niet horen zeggen, dat hij blind tekende. Ik moet zeggen dat ik hem ook niet ken als een man die blind tekende. Hij heeft het in het verhoor in ieder geval verklaard dat hij bij het tapje tekende. Maar ik zeg u dat ik hem zo niet ken. Dus dat zal. U zei net ook, we hebben alles bekeken. Als we kijken naar de Treasury Department bij Vestia, 1 man front office, 1 mevrouw back office op administratief niveau, 400 derivatencontracten, complexe structuur en een nominaal volume van 23 miljard uiteindelijk. En ze hanteerden 1 spreadsheet om het allemaal in op te pompen. Ja, heel veel mensen stellen daar vraagtekens bij. Heeft u dat als accountant ook gedaan? Of dit nou echt wel voldoende was? Bij de AOIC, zoals dat dan heet. Kijk, als je kijkt naar de derivaten, hè, u noemt net 23 miljard. Toen ik mijn controle deed tot en met 2009, was er sprake van een positie van ongeveer 5 miljard. Astronomisch bedrag, ja. Wat zegt u? Een astronomisch bedrag toen al, ja. Ja, wat ook past bij dezelfde omvang qua aantal woningen. Hè, want Vestia had ook 90.000 woningen, dus dat klopt. Het is veel geld. Maar goed, even naar uw vraag. Kijk, wat je zag is een toereikende functiescheiding, wat ik net zei. 4 mensen die daar op verschillende momenten bij betrokken zijn. Ik zag dat er jaarlijks verantwoording werd afgelegd via het Treasury-verslag. Ik zag ook dat men wist waar men mee bezig was. Hè. Zoals ik net zei, van 2008 naar 2009, terwijl je zou verwachten dat die negatieve waarde naar boven zou gaan, ging die naar beneden. Dus ze waren daar actief op. Ik zag ook, hè, want u noemde net van ze hielden alles bij in een spreadsheet. Ja, die is er ook voor bedoeld om dat soort zaken bij te houden. Het was een zodanige complexe spreadsheet dat Vestia bij de tegen mij ingediende klacht bij de Arcatuskamer, die ik dus gewonnen heb, die zo groot was dat ze zeiden, ja, we kunnen dat niet uit laten printen, we doen het maar op een DVD. Dus er zaten ook een aantal tabs in en dat is het ook voor bedoeld om daarmee te simuleren. Vestia, behalve die spreadsheet, hadden ze ook de beschikking over Bloomberg Terminal. Dus dat betekent dat ze online konden zien hoe de ontwikkeling was op de geldmarkt en kapitaalmarkt en met betrekking tot de derivaten. En daarnaast was het zo dat die derivaten ook nog eens een keer die werden vastgelegd in de SG-derivatenadministratie. Dus er was meer. Wat ik me heb afgevraagd bij de accountantscontrole is wat ik moet doen. Is namelijk kijken of dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de derivaten die er zijn, of dat die getrouw, juist en volledig in de jaarrekening staan. U vond 2 mensen voldoende voor het afwikkelen van deze derivaten? Sorry? U vond 2 mensen voldoende voor deze derivatenportefeuille van miljarden? Dat vond u voldoende? Nou, wat ik voldoende vond, is dat er sprake was van een functiescheiding van 4 mensen. Dat er actief bewust werd omgegaan met de treasury. Dat je jaarlijks in het treasuryverslag uitvoerig verslag werd gedaan van die treasury. Ook aan de Raad van Commissarissen. Wat ik ook zag, is dat de toezichthouders ook nog eens een keertje op de hoogte waren van de derivaten. Dat is mijn taak, hè? Want er is een jaarrekening en degene die de jaarrekening leest moet daarin kunnen zien wat hij nodig heeft. Mm-hmm. En dat was zo. Toch even terug naar de vraag. Hè? 4 mensen die betrokken waren binnen de organisatie, de bestuurder, de treasurer, iemand die de registratie deed, iemand die de controle deed. Het zijn er 4.
En daarnaast was er ook nog de link naar de Raad van Commissarissen. Nou, volgens onze gegevens waren het 2 mensen op de treasury die zich echt met de derivaten bezig hielden, niet 4, meneer Klop. Nou ja, ik ga met u naar 2008, de jaarrekening 2008, meneer Klop. U zei net, het viel allemaal reuze mee. In 2008 zien we dat de rente scherp daalt en er ontstaat een negatieve marktwaarde van maar liefst 762 miljoen euro. Daarnet zei je tegen collega Bashir, ja, een jaar later was het nog maar 100 zoveel miljoen negatief. We zien ook dat het daarna, iets later, wordt het minus 2,24 miljard euro negatief. En daarna ging Vestia naar de afgrond. Dus u zegt, het viel allemaal reuze mee. Ik denk dat dat toch een rare constatering is, meneer Klop. In de jaarrekening 2008, toen hadden we die negatieve marktwaarde van 762 miljoen inmiddels gehad. Dat is dan vermeld, maar er stond geen waarschuwing in de jaarrekening. Vervolgens zien we dat vlak daarna banken, de een na de ander, stuurden een brief naar Vestia. Waar zijn jullie mee bezig? ING zegt de relatie op. ABN AMRO zegt, met jullie geen derivaten meer. Rabobank zegt, Vestia, met jullie geen derivaten meer. Hoe kan het dan dat u in de jaarrekening 2008 niet eens een waarschuwing opnam van Vestia? Moet wel heel goed gaan uitkijken wat hier in de toekomst mee kan gebeuren. Ik wil eerst even reageren op wat u net zei. Dat iets later was het 2,24 miljard. Volgens mij was dat in 2011 of 2012. Dus dat is wel heel wat later dan 2009 wat ik gecontroleerd heb. Tenzij u andere informatie heeft. Dan die negatieve marktwaarde, van eigenlijk is uw vraag, zo begrijp ik hem, hoe moet je dat nou zien? Hè? Is dat nou een alarmsignaal of is dat niet? Ja, dan heb ik toch even tijd nodig voor mijn antwoord, want dat heeft te maken met de techniek, maar ik ga dat uitleggen. Kijk, als je een derivaat sluit, nou, even één stap terug. Coöperaties leenden tot 95 of zo bij de overheid. Toen zei de overheid, weet je wat? Jullie gaan maar zelf financieren. Dat is beter voor de Rijksoverheidbegroting. Een heleboel argumenten. Het is gebeurd. En in 2008 was het kredietcrisis. En banken durfden nauwelijks onderling al geld aan elkaar uit te lenen. Laat staan aan corporaties. Dus wat deden die? Die zeggen van ja, ik wil het liefst variabel rentende leningen geven. Wat gebeurt er dan? Als je dan als corporatie een variabel rentende lening geeft. Als de rente omhoog gaat. Ja, dan moet je dus meer rente betalen, logisch. Maar dat wil je niet. Nou ja, het zou niet erg zijn als je die hogere rente kunt doorberekenen in de huren. Maar dat kan niet, want er is overheidsbeleid, rijksbeleid vanuit de Tweede Kamer, die het huurbeleid bepaalt en ook grenzen stelt aan de jaarlijkse huurstijgingen. Dus je wordt wel gedwongen als corporatie, om, als Vestia in dit geval, om het risico van rentestijging, om daar wat aan te doen. Nou, de manier om dat te doen, dat was derivaten. Hoe werkt dat? Want dan kom ik op die 7,62, hè? Maar ik zei ook, heb even nodig. Je hebt een variabel rentende lening, maar je wil zekerheid hebben dat die lening, dat als die omhoog gaat, dat je niet meer betaalt dan een bepaald maximum. Mm-hmm. Stel, je neemt een derivaat tegen 4,5%. Want hoe ging dat technisch? Je hebt die lening met die variabele rente, die heb je. Dus je betaalt variabele rente. En de bank zegt dan, we sluiten een tweede contract. Mm-hmm. Dat we zeggen van, jij krijgt variabele rente en je betaalt vast. Die techniek, nou, vergeet even deze lening. Dat is voor niemand dadelijk meer te volgen, meneer Klop. Ik wil alleen even van u weten. 762 miljoen negatief. Er staat geen waarschuwing in de jaarrekening. U vond dat niet nodig. Dat is de conclusie. Ja, daar ben ik antwoord op aan het geven. Ik zei al, heb ik even tijd voor nodig om uit te leggen waarom het zo staat in de jaarrekening, zoals het staat. Want er staat vermeld, hè. Iedereen kon het lezen. Maar ik ben nu aan het uitleggen wat dat betekent, want als je zegt 762 groot bedrag, is dat geen alarmsignaal of dat soort zaken, dan moet ik u toch uitleggen wat die 762 betekent. En ja, maar die vraag stel ik u juist omdat het daarna, al is het dan 2 jaar later, loopt het of naar minus 2,24 miljard. Ja, dat is na mijn tijd, dat weet ik niet. Maar toch even die 762, want dat is in mijn tijd. Je hebt dan dat derivaat, vergeet even die variabele rente en de lening. En als Vestia betaal je 4,5%. En die marktrente, ja, die gaat dan naar beneden. En wat gebeurt er dan? Wat is nou die 7,62? Als die marktrente naar beneden gaat, dan heeft de bank het recht om een voorschotnota te sturen, voor zover deze vaste rente hoger is, mm-hmm, dan die variabel, dan die gedaalde marktrente. Mm-hmm. En dat mogen ze doen voor de hele looptijd. Dus als dat derivaat nog 20 jaar loopt, mm-hmm, en de derivaatrente is 4,5 en de rente zakt 2%, mm-hmm, nou, dan heb je 2,5% wat je elk jaar meer betaalt gedurende 20 jaar, dat is 50%
over de nominale hoofdsom. Meneer Klop, vindt u dat nou voor een woningcorporatie een normaal verhaal wat u hier vertelt? Ja, vind ik wel. Oh, fijn. Dan is dat, hebben we vastgesteld. Nu de banken. Nee, want dat wil ik ook uitleggen. Klop, nee, ik stel de vraag de banken, meneer Klop. Ja, ik heb net die zeggen allemaal na 2008, Vestia, wat is hier aan de hand? We stoppen ermee. Waarom zeggen die banken, die allemaal een treasury department hebben van vele tientallen mensen, want onze experts zeggen ook, deze contracten had je minimaal 10 man voor nodig gehad, niet 2. Al die banken zeggen, Vestia, nee, we stoppen. Hoe kan dat dan, dat al die banken dat doen en u zelf zegt, het is allemaal techniek en we nemen verder niks op in de jaarrekening. In de toekomst bekijken ze het maar. Nou, u stelt een aantal vragen tegelijk. Ja, ik moet toch afmaken, die 762, want anders dan kan ik het niet goed overbrengen. Ik heb net gezworen dat ik u de volledige waarheid vertel. En het is wel heel belangrijk dat ik heel goed uit kan leggen, ook de bühne kan krijgen, wat die 762 betekent. Maar waarom? Nee, laat ik u de vraag dan anders formuleren. Hè? We laten even die 762 los wat dat is. Waarom stoppen de banken allemaal? Ja, dat moet aan de banken vragen, maar ik wil toch graag die 762, want u zei ook in de tussenzin, we nemen niks op in de jaarrekening. Het staat wel in de jaarrekening. Een waarschuwing had ik het over, een waarschuwing, jongens, pas op voor de toekomst. Dit kan er wel eens heel groot oplopen. Er staat in de jaarrekening dat er sprake is van een negatieve marktwaarde van 762. En ik kan alleen maar uitleggen wat die 762 waard is. En daarna, van goh, was dat dan aanleiding om een waarschuwing te geven? Als ik over de bühne kan krijgen wat die 762 is. En ik zeg het nog een keer, ga het toch nog een keer doen. Nee, meneer Klop. Nee. Ja, u bepaalt nee, de orde, dat weet ik. Maar nee, daar ga ik even door naar een volgende vraag. De Raad van Commissarissen, daar had u als accountant ook contact mee. En de financieel directeur. Was hij nou, als hij over dit hele verhaal sprak, had hij daar wel een slapeloze nacht van? Was men bij die Raad van Commissarissen, maakte men zich niet dan eens heel erg zorgen? Van wat is dit eigenlijk? En lopen we in de toekomst niet een geweldig risico? Gebeurde dat wel eens? Werd daar zo over gesproken? Ja, wat ik gezien heb, en dat kunt u ook lezen in de jaarverslagen, is dat de treasury en de negatieve marktwaarde, dat aan de orde is geweest. Vestia moest in december 2008, is op een bepaald moment 418 miljoen verpand, of ook in onderpand gestort bij de banken. Nou, dat is er echt niet te ontgaan hoor. Mm-hmm. En het was ook zo, als je het hebt over de derivaten, dat heb ik ook in de stukken opgenomen die ik u ter voorbereiding heb toegestuurd, dat de medio 2009 uit mijn hoofd, in het FD een artikel van de journalist Hans Verbrake heeft gestaan, waarin uitvoerig verslag werd gedaan van het moeten storten van margin calls, hè, van vele miljoenen euro's. Er staat in dat artikel voor mij dat het richting de miljard gaat. Dus dat was aan de orde, maar het stond ook gewoon in de media, het was bekend. En wat nog veel belangrijker is voor mij, 4 december 2008, ook dat heb ik u verteld in het vorige gesprek, reed ik rond en kreeg ik allemaal telefoontjes van corporaties die ja, in de moeilijkheden waren. Omdat er was ineens was de rente zo laag dat de margin calls gestort moesten worden. Mm-hmm. Vestia was de enige, die moest wel storten, maar die daar zonder problemen in voortkomt. Want die had daar namelijk rekening mee gehouden. Die had daar maatregelen in genomen. Maar kom je dan niet in een vicieuze cirkel? Als je, kijk, je kunt daar voldoende liquiditeiten voor opbouwen. Hè? En dan kun je op dat ogenblik aan die verplichtingen voldoen. Maar als je doorgaat met derivaten opbouwen, dan moet je dan wel steeds meer en meer liquiditeiten aanhouden om dat risico te kunnen dragen. Want je weet, ik loop dat risico op nog veel hogere bijstofverplichtingen in de vorm van margin calls. Ik kan alleen maar spreken over de situatie tot en met 2009. En op dat moment was het zo dat Vestia de liquiditeitsrisico's goed in de gaten had, goed beheerste. En dat hij een rentedaling eenvoudig kon opvangen. Er was helemaal niets aan de hand. En wat er dan na mijn tijd is gebeurd, 2010, 11, 12, ja, dat weet ik niet. Dat is na mijn tijd. Daar mag u mij vragen over stellen. Oké. Meneer Bashir, nog aanvulling op dit punt? Meneer Klop, had u eigenlijk zicht op de actuele ontwikkeling van de waarde van het derivatenportefeuille van Vestia? Ja, bij de controle van de jaarrekening moet ik mijn oordeel vormen over de vraag van hoe zit het met de actuele waarde van die jaarrekening en hoe verhoudt die zich dan? Nou, ik moet het anders zeggen. Ik moet bij de controle van de jaarrekening moet ik kijken of dat de derivatenportefeuille, of dat die past bij de omvang van de leningportefeuille. En als dat zo is,
dan heeft dat gevolgen voor de vraag hoe je dat in de jaarrekening mag verantwoorden. En op het moment dat er sprake is van een derivatenportefeuille die in balans is met de leningportefeuille. Ik had het over de actuele waarde. U zegt van ja, ik had er zicht op. Ja, wij keken per balansdatum. Is die actuele waarde is ook toegelicht in de jaarrekening. Want wij hadden hier zojuist ook de heer Wevers, directeur financiën van Vestia. En hij verklaarde dat hij geen zicht had op de actuele waarde van de derivatenportefeuille van Vestia. Ik heb hem dat niet horen zeggen, maar goed, dat neem ik aan. Kijk, dus hoe kan het dat u het wist en hij niet? Sorry? Hij was directeur financiën. Hij zegt van, ik had geen zicht. De banken moest ik bellen om te vragen van hoe het ermee staat. De banken maakten zich zorgen over de derivatenportefeuille. En die zegt van, ik had wel zicht daarop. Ja, kijk, ik moet de jaarrekening controleren. En op dat moment moet ik kijken van, hoe zit het met die actuele marktwaarde en de derivatenpositie. En hoe mag je dat verantwoorden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kijk, ik ben niet de directeur financiën die er elke dag bij zit. Toch even doorgaand van wat had Vestia met die Bloomberg-terminal. Had men inzicht, kon men inzicht hebben in de waardeontwikkeling. En daarnaast is het zo dat de banken ook regelmatig opgaven sturen van die marktwaardeontwikkeling. En dan kom ik toch weer, kijk, want die marktwaarde, dat is een gevolg van de renteontwikkeling. Onder andere, want Vestia had ook producten die afhankelijk waren van indices. Ja, maar die waren allemaal... En dat rente gerelateerd. Heeft u opmerkingen gemaakt over die actuele waardeontwikkeling van de derivatenportefeuille? En wat bedoelt u, opmerking tegen wie en hoe dan? In de management letters of in de jaarrekening? Of in uw bevindingen over de jaarrekening? Ja, wij hebben. Ik heb in het rapport 2008 heb ik. Maar in ieder geval in dat rapport staat opgenomen dat de negatieve marktwaarde 0,8 miljard, dus die 762 miljoen was. En dat er twee mogelijkheden waren. Ofwel, je brengt dat in één keer ten laste van de winst- en verliesrekening. Je neemt dat verlies. Ofwel, je houdt het buiten de balans. Is het wel in de jaren? Maar ik bedoel meer opmerkingen in de zin van letten ze hierop. Want dit is een post die heel snel zich kan ontwikkelen. Beide kanten op, naar boven en naar beneden. En u hebt bij Vestia daar geen zicht op de actuele ontwikkeling. Ja, ik ben niet het hele jaar bij Vestia om de bedrijfsvoering mee te doen. Ik word ingehuurd om de jaarrekening te controleren. En in dat kader moet ik op dat moment kijken hoe zich dat ontwikkelt. En het is natuurlijk wel zo dat ik vanuit mijn rol volg van wat gebeurt er nou eigenlijk met die renteontwikkeling? Wat betekent dat? Hè? Dat hele gebeuren van 4 december 2008, dat veel corporaties in liquiditeitsmoeilijkheden kwamen toen, of veel, een aantal. Dat heeft ook toegeleid dat je zegt van ja, maar wat betekent dat? Hoe moet je daarmee omgaan? Enzovoort. En natuurlijk volg ik die renteontwikkeling, die renteontwikkeling. Ja, maar dus samengevat zegt u, nee, ik heb daar geen opmerkingen gemaakt over van let hierop. Ja, zou eens even naar het rapport moeten kijken. Ik heb u net een opmerking genoemd. U hebt alleen het bedrag genoemd. Sorry? U zegt van, ik heb alleen het bedrag genoemd. Nou, alleen bedrag. Ik heb genoemd dat er sprake is van een negatieve marktwaarde van 0,8 miljard. Ja. En dat het ten laste van de winst- en verliesrekening kon, of niet. Kijk, en dan, kijk, waar we toen over gehad hebben met die raad van commissarissen ook. Wat ik me kan herinneren, van is dat nou een verlies of is dat niet een verlies? Ja, dan moet ik misschien toch nog een poging doen om het uit te leggen wat die 7,62 is. En dan ben ik wel vasthoudend, maar het is wel belangrijk. Kijk, die 7,62, dat is niks meer dan een voorschotnota van de bank voor het verschil tussen die derivaatrente en die gedaalde marktrente. Ja, maar u zegt van dat is een voorschotbedrag, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de liquiditeit van een instelling. Je kan niet eindeloos een voorschot betalen, omdat je op een gegeven moment door je geld heen raakt. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurde bij Vestia. Vestia had op een gegeven moment geen geld meer. Er was zelfs geen geld meer om het papier te betalen voor de printers. En dan is de vraag aan u, meneer Klop. Dat was een post die zich heel snel ontwikkelde. Ja. U zag het zelf, hè, want u had 9 jaar op rij de boeken gecontroleerd. En vervolgens ziet u opeens een bedrag van 0,8 miljard. Ja. Is er niet een belletje gaan rinkelen van dit kan ook wel eens 4 of 5 of misschien wel 10 miljard worden? Want het is toch een volle schot. Ja, er zijn natuurlijk allerlei scenario's mogelijk. Hè. Maar kijk... Als je het dan hebt over 2008, hè, wat er toen is gebeurd. Het was toen kredietcrisis.
En Leamingview, en ik zei net ook van, banken durfden nauwelijks aan elkaar uit te lenen, laat staan aan corporaties. Nou, dat gebeurde dan variabel rentend. Ik zag bij Vestia in 2008 een toename van de derivatenportefeuille naar 5 miljard. Het was kredietcrisis, je zag een dalende rente, je zag het gebeuren van de margin call. Dat was voor mij aanleiding om te zeggen, ik wil hier een derivatenspecialist bij halen. Ik weet niet of dat is wat u bedoelt, maar dat heb ik toen gedaan. En die heb ik ook ingezet om de controle van de jaarrekening van Vestia te doen. En ook de controle van de juiste verantwoording van de derivaten in de jaarrekening. Ja, u zei net, vele scenario's zijn mogelijk. Daar zit al een speculatief karakter in natuurlijk. Zo'n coöperatie zou je denk ik daar toch verre van moeten houden als je in een situatie komt waarin vele scenario's financieel mogelijk zijn. En je kunt natuurlijk ook zeggen van, ik pak allemaal leningen met een rente die vaststaat en die zijn geborgd tot WSW. Ja, maar dat ging nou juist zo moeilijk in die tijd. Want het was kredietcrisis en banken wilden met name variabel rente de leningen lenen. En je wilt toch als Vestia de renterisico's afdekken. Ik heb u ook verteld of geschreven in het stuk wat ik van tevoren toegestuurd heb voor het voorgesprek, dat voor mij een open vraag is of Vestia nu, ik heb het wel over 2009, want ik kan alleen maar spreken over tot en met 2009, mm-hmm. of ze nou veel of andere weinig derivaten hadden. Want het is wel zo, je moet de renterisico's die samenhangen met die variabel rentende leningen, die moet je beheersen. Iets anders is dat die derivaten leiden tot een liquiditeitsrisico. En ik herhaal het, toen ik eind 2009 controleerde en zei dat de jaarrekening een getrouw beeld gaf, dan moet ik, dat heb ik ook gedaan, beoordelen of de continuïteit van Vestia gewaarborgd is. En hoe doe je dat? Dan doe je dat te kijken naar de liquiditeit. En wat zag ik? En dan zag ik, denk ik, nou, ik heb 5 miljard derivaten. Stel 1% daarvan, dat is 50 miljoen. Het gaat allemaal om heel veel geld, maar toch, hè, dat is even de rekensom. Stel een gemiddelde looptijd van 20 jaar, dan heb je een negatieve marktwaarde per 1% van 1 miljard. En ik zag buffers van sowieso 1 miljard cash op de bank die ze hadden. Met als doelstelling om te kunnen voorzien in eventuele liquiditeitsstortingen. Ik zag dat ze rekening-courant-faciliteiten, thresholds noemen ze dat bij de banken, ook van ongeveer 1 miljard hadden. Ze hadden mm-hmm. ongeveer 10 banken. Mm-hmm. Ik zag dat ze een overwaarde op de stenen hadden in 2008, hè? 2008, ja, 2009. Precies. En ja. Ik zag dat ze nog een zogenaamde faciliteringsvolume bij het WSW hadden. Juist. Dat was een beetje discutabel, kon je die nou inzetten of niet. Maar ik zag 1 miljard risico en nou toch minimaal 2 miljard aan buffer. En ook vandaag is het zo dat corporaties worden geacht om een rentedaling van 2% te kunnen opvangen. Dus het was helemaal niets aan de hand. Dus zij hadden het liquiditeitsrisico in het snotje, ze hadden het in de gaten en ze hadden dan maatregelen genomen. Die cijfers waren voor u voldoende om te zeggen, ook naar de toekomst kijken, going concern, hoef ik geen waarschuwing af te geven. Weet u, de vraag van, ik geef hier twee antwoorden op. Eén, ik moet een oordeel geven over de, nee, ik geef er drie antwoorden op. Ik moet een oordeel geven over de jaarrekening. Dat heb ik gedaan. Dat is gewoon een oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Tweede antwoord. Ik wist, en dan heb ik het over 2009, dat mijn laatste jaar was. En ik heb heel bewust ook in dat rapport aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd wat ik vond wat belangrijk was. Dit is nou zo'n voorbeeld waarvan ik het wel fijn zou vinden om dat even voor te lezen. Dat heb ik ook in het voorgesprek gedaan, maar dat is wel heel belangrijk. Want dat is mijn laatste rapport geweest en dat geeft ook aan ja, hoe ik dat gedaan heb. En het derde punt is, zoek ik ondertussen even dat rapport op. Het derde punt is dat de vraag of aan de accountant of die een waarschuwingsplicht heeft, dat die vraag bij de rechtbank ook aan de orde is geweest. En dat de rechtbank heeft gezegd van ja, die waarschuwingsplicht die is er niet. Dat kan ik ook voorlezen allemaal, maar dat laat ik achterwege. Ik kom bij de maatschappelijke rol van een accountant. Ik zou zelf zeggen dat dat ook door vele mensen op prijs zou worden gesteld. Zeker met de risico's van de toekomst. Even een andere vraag tussendoor, nou, meneer Klop. Voordat u verder gaat. Ik wel even een andere vraag tussendoor. U zegt de hele tijd, ik alleen maar tot 2009. Hè? Daarna zijn het anderen. In uw tijd, toen u controlerend accountant was, was er toen op enig moment sprake bij Vestia van een derivatenportefeuille, waar derivatencontracten in zaten, die niet één op één te linken zijn aan de variabele delen van het leningenportefeuille, zodat ze niet zijn ter afdekking van renterisico's. Waren dat soort derivaten in uw tijd binnen Vestia aanwezig?
Nou, Vestia heeft die stelling ook geponeerd bij de rechtszaak tegen mij. En de rechtbank heeft mij... Alsjeblieft, niet de rechtbank. Ik stel u de vraag. De rechtbank heeft mij gelijk. Dan wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, daar heeft die rechtbank ook al... Die heeft diezelfde vraag, is daar ook aan de orde geweest. En daarom was de conclusie van die gespecialiseerde rechters dat ik gelijk heb. Dat die er niet waren dat je terecht naar een portefeuille mag kijken. Ja, ik geef nu veel te kort antwoord voor iets ingewikkelds. Ik maak even het antwoord op de vorige vraag af. Want u zei van ja, maar had je nog een aanleiding om te waarschuwen? Ik waarschuw niet, ik signaleer. Ik heb op het allerlaatste stukje, ik wist dus dat het mijn laatste controle was, hè, 2009. En dat doe ik trouwens altijd. Ik kijk altijd van wat is nou van belang voor zo'n raad van commissarissen. Waar draait het om? Want die wordt natuurlijk ook horend dol van alle stukken en alles. Wat is nou echt belangrijk? En dan lees ik voor. De omgeving is voor corporaties complex. Nou, dan heb ik het over 2010. Inmiddels is het nog complexer. Dat geldt zeker voor Vestia. Dat heeft ertoe geleid dat in de jaarrekening 2009 een aantal bijzondere posten de aandacht vraagt. En dan komt die. In onze visie, dat ben ik dan, zal in de komende jaren het belang van inzicht in de beschikbaarheid van, komt het woord, liquiditeiten steeds toenemen. Tot slot zal de economische crisis aandacht blijven vragen in relatie tot de waardering van niet verkochte koopwoningen en grondposities. En met betrekking tot de derivaten, dat is natuurlijk een specifiek punt, heb ik ook gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Specifiek, ook daar aandacht voor gevraagd. Mm-hmm. Ik heb allereerst gesignaleerd of gerapporteerd dat het WSW in haar brief in zaken de beoordeling van de kredietwaardigheid van 2010, het WSW heeft op 27 april 2010 een brief van Vestia gestuurd van gij zijt kredietwaardig, aangegeven dat Vestia in de komende 4 jaar haar beleggingen zou moeten afbouwen, waarbij de maximale omvang van de beleggingen is gerelateerd aan de omvang van de calls van de banken bij een rentedaling van 200 basispunten. Wat je dan ziet, wat ik eigenlijk zeg, het WSW kijkt ook naar die rentedaling, margin calls, is aandacht voor. Ze zien dat daar geld voor nodig is. Maar het WSW vraagt van ja, je moet je beleggingen afbouwen, maar je moet wel 200 basispunten kunnen dekken. En dan weer een belangrijke zin, gegeven de huidige marktrente en de verwachte ontwikkelingen, mm-hmm, heeft de directeur Financiën en Controle aangegeven niet te verwachten dat de komende 4 jaar die beleggingen afgebouwd zullen zijn. En dan komt mijn punt. Wij adviseren u, dus ik adviseer de Raad van Commissarissen, vanuit uw toezichthoudende rol toe te zien op de naleving van deze afspraken met het WSW. Bijvoorbeeld door middel van informatieverstrekking van het bestuur hierover via het treasuryverslag. Prima, dus prima. Dat is helemaal duidelijk. Dat is een goed punt dat u maakt. Dus er komt nu ook bij de jaarrekening 2008, daar zat een managementletter bij van uw hand, met uw handtekening. En u geeft aan in die managementletter, meneer Klop, de derivaten moeten steekproefsgewijs gecontroleerd worden en we moeten aandacht besteden aan de administratieve organisatie in zaken treasury, zowel qua procedures als risicobeheersing. Dat staat allemaal in die managementletter bij de jaarrekening 2008. Vervolgens heeft dat onderzoek naar al deze elementen, dat heeft niet plaatsgevonden. Oh? Voor zover wij dat kunnen zien. Okay. Wij zien namelijk alleen een rapport van 11 augustus 2009 van Deloitte Financial Advisory Services, kortweg VAS. Dat is 3 pagina's en dat gaat over kostprijs hedge accounting. Het gaat niet over de administratieve organisatie of de risicobeheersing of de controles daarop. Dus zou je dat nader kunnen toelichten hoe dat verder dan tot uiting is gekomen, die punten die u in de managementletter aangeeft? En dat is dan de managementletter 2008, zegt u? Ja. En het rapport VAS over 2008? Ja, begrijp dat komt op 11 augustus 2009. Ja. En misschien kunt u die 3 punten nog even noemen, want ik heb de managementletter niet bij me. Ik wil graag heel precies antwoord geven. U zegt, we moeten de derivaten steekproefsgewijs controleren. Ja. We zullen daarbij aandacht besteden aan de administratieve organisatie in zaken treasury. Zowel qua procedures als qua risicobeheersing. Dat staat er allemaal in. Ja. Nou, waar je dan op terechtkomt is het volgende. Ja, heb ik toch even tijd nodig voor het antwoord. Mm-hmm. Toen ik van mening was dat er specialisten ingeschakeld moesten worden. Dat kwam omdat Lehman viel op 15 september. En ik had al midden in het jaar hadden wij afspraken gemaakt over de controle bij Vestia. Mm-hmm. En ja, daar hebben we toen een discussie over gehad, want de bestuurder zei van ja, dat kost geld en ik ben dan toch een beetje bang dat jouw mensen met de deskundigheid die ze hier opdoen in de markt het een en ander mee doen. En toen kwam ik wel voor de vraag van ja, hoe hard ga ik dit spelen, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. En nou ja, ik ben ook maar mens, dus ik ga dan binnen Deloitte te raden en zeg van ja,
ben ik nou te streng? Ben je het met me eens? Wat vind je? Nou, dan heb ik gesproken, zo gaat het dan bij ons, met een collega-partner, maar ook met bureau vaktechniek. Mm-hmm. En die zeiden van, nee Piet, het is inderdaad wel heel wijs om specialisten in te schakelen. Dus mm-hmm. ik terug naar de bestuurder en zeg van, ja, ik wil toch specialisten inschakelen. Nou, dat was een discussie op argumenten. Dat hij zegt van, ja, maar we hadden al afspraken over de kosten ook, hè, van de controle. En nou, het kwam er dan op neer dat hij zei van, nou ja, oké, okay, als jij dan anders de controle niet kan doen, hè, dus dan wil ik die kosten niet betalen. Nou, stond ik natuurlijk weer voor een vraagpunt, hoe ga ik daar nou weer mee om, hè? Want ik had in ieder geval mijn rug recht gehouden, zoals wij dat noemen, dat specialisten ingeschakeld werden. Maar ja, afspraak is afspraak, dat vind ik zelf ook altijd wel een heel belangrijk punt. Afspraak is afspraak. Oké, en toen? Nou, toen, hoe gaat dat? Want ja, die specialisten die kosten ook weer geld. Dus wat betekent dat? Dus ik intern weer te raden. Van ja, ik zeg, eigenlijk heeft de bestuurder wel een punt. Afspraak is afspraak. Vind ik ook. En laten we wel zijn, specialisten worden ingezet. Daar gaat het mij om. Nou, toen hebben we gezegd van, weet je wat? Dan nemen wij als Deloitte die kosten voor onze rekening. En afspraak is afspraak. Ik bedoel, zo zijn wij. En dat heb ik toen ook gedaan. Nou, wat gebeurde er toen? Heb ik die specialist ingeschakeld. Dat was een specialist van Deloitte. En heb ik ook opdracht gegeven wat hij allemaal moet doen. En dat was allemaal mooi. Dus hij heeft aan mij gerapporteerd. Met zijn bevindingen, zijn memo, alles. Mm-hmm. En dat heb ik mijn... Het was de conclusie dat de jaarrekening een getrouw beeld gaf samen. Toen bleek dat Vestia alsnog de beschikking wilde hebben over die bevindingen. En toen heb ik gezegd, dat is mooi, maar dan moet je maar apart opdracht geven aan VAS. Die hadden dat werk dus al gedaan voor mij, voor de controle. En toen heeft hij alsnog die kosten betaald. Dus dat betekent, ik moet het verhaal afmaken. En het jaar daarop dacht ik van ja, dat moet ik natuurlijk beter regelen vooraf. Dus dan hebben we ook vooraf geregeld dat specialisten werden ingeschakeld, dat de kosten werden betaald enzovoort. Het staat ook keurig in de opdracht die over dat jaar is verstrekt aan mij. Nou, dan kom ik op die specialisten. Die specialist van VAS... Ik heb dus opdracht gegeven, en die opdracht is er ook. Dat is een memo waarin staat dat en dat moet je doen. En die specialist heeft dan mij gerapporteerd. Daarna en daarnaast heeft Vestia aan FAS, Financial Advisory Services, de derivatenspecialisten gevraagd. Ik wil een oordeel over kostprijs hedge accounting. Mm-hmm. En dat is gebeurd zowel over 2008... als over 2009. Dus in beide jaren is er sprake van dat de specialist rechtstreeks aan mij rapporteert, maar dat er ook een afzonderlijke rapportage is aan de bestuurder. Het is niet voor mij, maar van de specialist rechtstreeks. He, dus er staat ook buiten de controle. Het zijn wel dus voor een deel dezelfde werkzaamheden, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Het doet een apart traject, dat is kostprijs hedge accounting. Dus dan kom ik even terug bij de administratieve organisatie van de Treasury en de procedures en de risicobeheersing binnen Vestia. U zegt dat is aan u zelf gerapporteerd. Hè? Nou, het moet duidelijk zijn, ik ben verantwoordelijk voor de controle van de administratieve organisatie. De specialist heb ik gevraagd. Twee dingen. Ik heb gevraagd, wil je kijken of dat de toegepaste instrumenten passen binnen hedge accounting, zoals het zo mooi heet, binnen de regels die mm-hmm. daarvoor gelden. Mm-hmm. En het tweede wat ik gevraagd heb, van, is er sprake van een effectieve hedge. Dat betekent, zijn de derivaten in balans met de leningportefeuille. Ja. Dat is wat ik aan de specialisten vraag. Ja, de administratieve organisatie is mijn verantwoordelijkheid. Ja, precies. In een management letter 2008 geeft u daarom aan, beste Vestia, we gaan specialisten laten kijken naar Treasury, in de administratieve organisatie, zowel qua procedures als risicobeheersing. Dat heeft hij aangegeven in de management letter. U zegt een apart stuk is alleen van vastgekomen Financial Advisory Service over kostprijs hedge accounting. Maar die andere dingen die ik net noemde, die u zelf in de management letter aangeeft, daarvan zegt u nu, die heb ik dan uiteindelijk toch gewoon zelf weer bekeken. Begrijp ik dat goed? Ja, dan moet je misschien nog een keer, want ik heb het niet voor me precies voorlezen wat staat, maar het komt er wel op neer dat ik, mijn team, mijn controleteam, wij hebben contracten gekeken, nieuwe contracten, beëindigde contracten, wat staat er in de contracten, is voldaan aan alle eisen, staan de handtekeningen die er moeten staan, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Dus datgene wat in die management letter staat, administratieve organisatie, procedure, mm-hmm. dat is gecontroleerd. En wat betreft dat risicobeheer, dat zie ik dan in de zin van, ja, passen de instrumenten nu in kostprijs hedge accounting? Zijn die toegestaan om... Ja. Om die negatieve marktwaarde, waarvan ik nog steeds moet uitleggen wat het precies is, om die off-balance te zetten.
Maar die administratieve organisatie van Treasury en de risicobeheersing en de procedures, die zijn dus niet uitbesteed aan specialisten die daar apart buiten uw controleteam om naar gekeken hebben. Een specialist heeft specifiek als opdracht van mij gehad om te kijken. Kijk, even heel simpel. Die uitvoerige spreadsheet die er is, daar staan alle derivaten in. Die had ik natuurlijk gezien. En die denkt van ja, ik wil gewoon weten van een specialist wat hij daarvan vindt. En dan wat hij daarvan vindt, dat zijn twee dingen. Mm-hmm. Van passen ze, zijn ze toegestaan bij cost-based hedge accounting? Dat is één. Mm-hmm. En het tweede is van, is er sprake van effectief hedge? Zijn die dingen, zijn die derivaten in balans met de leningen? En natuurlijk vraag ik dan aan een specialist, zo gaat dat binnen Deloitte, van joh, wat vind jij hier nou van? Hè? Ik bedoel, maar de opdracht is, moet heel duidelijk zijn, ik word ingehuurd om de jaarrekening te controleren. Mm-hmm. Meer niet. Maar dat vind ik zelf een beetje flauw. Ik denk, ja, is alleen maar de jaarrekening. Jawel, maar ik kan natuurlijk niet alle verantwoordelijkheden naar me toe halen. Maar dat neemt niet weg dat je je best doet om alles wat speelt zo goed mogelijk mee te nemen. Nou, dat heb ik gedaan. Nee, precies. Maar daarom dus, je zegt zelf heel zorgvuldig, dat ben ik zelf ook. Dus terug naar de management letter bij de jaarrekening 2008. U geeft aan, specialisten van Deloitte, niet uw controleteam, specialisten, moeten gaan kijken naar de administratieve organisatie van de Treasury, zowel qua procedures als risicobeheersing. Ja. Daarna zegt u, de specialisten van Financial Advisory Services hebben alleen gedaan de cost price hedge accounting. Die andere dingen, procedures, risicobeheersing, administratieve organisatie, dat is niet bij die aparte specialisten. Nee, dat wil ik even nog even zeker weten, ja, voor de zorgvuldigheid. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid. En natuurlijk is het zo, kijk, wij zijn collega's, dus wij praten met elkaar en zeggen van, joh, wat valt jou nou op? Wat vind je ervan? Vind jij sprake van een te rijkende functiescheiding? We hebben ook gehad, toen gesproken, kan ik me herinneren, over de manier waarop dat gaat. Hè? Dat is echt van, hey, er worden daar mondeling contracten gesloten, die worden later schriftelijk bevestigd. Hoe gaat dat? Alle soort vragen. Vind je het vraag een toereikende functiescheiding? Enzovoort. Ja. Dat hebben we allemaal gedaan. Het feit dat u in de management letter wel erop wees van, er moeten specialisten naar gaan kijken. Ja, het is was dat goed, voor u geen reden om te kijken naar de goedkeuring van de jaarrekening? Of daar misschien een voorwaardelijke stap te zetten of iets dergelijks? Nou, ik zou niet weten waarom. Ja, dan moet ik misschien de vraag terugleggen, maar waarom zou dat moeten? Nou, u deed zelf aanbevelingen en u zei ook, daar gaan specialisten naar kijken in de management letter. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, want die heeft dat in uw eigen controleteam opgepakt, zegt u net. Maar was dat dan geen reden om bij een jaarrekening, als u dit soort aanbevelingen op deze specifieke punten deed, om daar nog eens heel goed naar te kijken of u daar wel een handtekening dan onder kon zetten? Ja. Overigens, die specialisten zijn dus wel ingezet, hè? Dus even. Ja, maar dus bij cost-based hedge accounting, ja. Niet voor de procedure, nee. Zegt hij net. Oké. Dan even, kijk, het inzetten van specialisten, dat is eigenlijk uw vraag, zo begrijp ik hem. Van, moet het nou leiden tot een uitvoeriger accountantsverklaring? Want ik breng twee rapporten uit. Een rapport van bevindingen aan de Raad van Commissarissen. Daar staat het in, volgens mij, dan kan ik zo kijken. En ook een accountantsverklaring. Ik zet er meer specialisten in mijn Vestia. Kijk, binnen Deloitte geloven wij heel erg in een multidisciplinaire controleaanpak. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als je specialisten kunt inzetten, ja, moet je dat doen. Waarom? Ja, specialisten, je wil zo goed mogelijk die controle doen, dus wij zetten specialisten in. En wij hebben ook heel bewust binnen de organisatie heel veel specialisten. Ik heb ook bij Vestia specialisten ingezet voor de beoordeling van de grondposities. Ook een risico naar aanleiding van de kredietcrisis. Mm-hmm. Ik heb specialisten ingezet voor de beoordeling van de niet verkochte koopwoningen. Want die dingen werden toen ook al niet verkocht. Ook vastgoedspecialisten. Ik heb een specialist ingezet voor de beoordeling van de vennootschapsbelasting. Corporaties en vennootschapsbelasting plichtig geworden. Eerst partieel, toen integraal. Ingewikkeld. Ook een specialist. Mm-hmm. Omzetbelasting heb ik een specialist op. Dus, ja. Ook het inzetten van specialisten hoeft niet te leiden tot nou een aparte accountantsverklaring. Iets anders dat is prima. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Iets anders is dat u vraagt van, ja, maar zou je niet meer moeten opschrijven? Ja, er is momenteel een maatschappelijk debat gaande of die accountant, of de accountant, ik, dan niet meer erin op zou moeten schrijven. Er zijn dit jaar voor het eerst experimentele accountantsverklaringen of controleverklaringen afgegeven, waarin wordt gezegd, nou, dit en dit zijn de belangrijkste risico's die we gecontroleerd hebben. Mm-hmm. Maar ja, het is wel 2014, we hebben het nu over 2008 en dat is in ontwikkeling. Dus dat die maatschappelijke behoefte er is, dat zie ik. Ja. Maar ik, hè, als je het hebt over de controleverklaring, die was gewoon schoon, maar in het rapport van bewindingen, dan toch even naar die specifieke. Nee, meneer Klop, ik wil nu echt even door met de volgende vraag. Ja, u vraagt mij wel wat Klop, ik gerapporteerd heb. Meneer Klop, ik wil echt even door met de volgende vraag. U zegt, jammer. In de management letter zegt u zelf, daar staat uw handtekening onder, specialisten moeten kijken naar de risicobeheersing.
Dat is niet gebeurd, want de specialisten kijken naar cost price hedge accounting. We gaan dan naar het jaar 2009. Dat is nog steeds een jaarrekening waar u voor verantwoordelijk was qua controle. Daar zegt u, daar komt een nieuwe management letter van u. En in die management letter, bij die jaarrekening 2009, daarin zegt u, de administratieve organisatie voor het treasurybeleid voldoet aan te stellen eisen. Dat is een duidelijk statement die u dan maakt in de management letter bij 2009. Is er nou een tussenliggende traject van de management letter 2008 naar die van 2009? Heeft u dan in de tussentijd toch nog een keer specialisten laten kijken naar die risicobeheersingselementen rond de treasury-organisatie, et cetera? Of is dat gewoon dan uw eigen bevinding, het is wel goed? Ja. Dat is de vraag. Nou, u zei ook net even iets waar ik wel op wil reageren. U zei dat in die management letter stond, er moet worden gekeken naar de risicobeheersing, niet gebeurd. Het is wel gebeurd, want risicobeheersing bij derivaten, dat gaat erom dat die derivaten in balans zijn met de leningen. Dat waren ze, de specialist heeft het aan mij bevestigd. Dat is één aspect van de risicobeheersing. Ik zeg altijd met die derivaten, je moet ze snappen, je moet het niet te gek maken, het moet in balans zijn. En je moet bij de les blijven, dus bijsturen. Nou, dat is wat we zagen. En als je het hebt over risicobeheersing met derivaten, ging het over de liquiditeiten. Dan heb ik u net met die rekensom uitvoerig uitgelegd. Ja, maar ook de administratieve organisatie, die stond er ook. Ja, maar dat is toch administratieve organisatie. En als je dan, kijk, de administratieve organisatie, ja, ik zal haast de definitie noemen, maar dat betekent dat je naar datgene kijkt wat nodig is om de onderneming te besturen, om ergens naartoe te gaan. Dat is dat je zegt van ja, ik heb een doelstelling en hoe zorg ik dat ik daar kom op de manier die ik wil. Dat is administratieve organisatie en dat is dan procedures, regels enzovoort. En daar horen die liquiditeitsrisico's zonder meer bij en er hoort een effectieve cost price hedge, derivaten in balans met de leningen, hoort daar zonder meer bij. Dus als u zegt dat het niet plaatsvond, wil ik dat corrigeren, heeft wel plaatsgevonden. Alleen op deze manier. En dan nog over die zin, want daar hecht ik ook aan. U zegt, ik heb dat rapport hier voor me. De administratieve organisatie hieromtrent voldoet aan het te stellen eisen. Er staat een nootje bij met de letter 1. En dan kijk ik onder op de pagina. De administratieve organisatie is onderzocht voor zover relevant in het kader van ons oordeel over de controle van de jaarrekening 2009 van Vestia. Ook dit is een punt wat in de klacht van Vestia tegen mij uitvoerig aan de orde is geweest bij de accountantskamer. En ik heb daar ook betoogd, en dat is ook zo, dat wij gekeken hebben naar de administratieve organisatie of dat die toereikend is voor de accountantscontrole. Dat is mijn taak. En die controle is verder gegevensgericht ingestoken. Goed, meneer Klop, u heeft dat heel vaak gezegd wat uw taak was. Dat weet ik, staat ook genotuleerd, we nemen dat mee. Die specialisten van u, zegt u, die hebben er wel naar gekeken. Dus die specialisten die vonden dat dan wel akkoord, die 400 contracten, beheerd door 2 tot 3 mensen in een spreadsheet, waarvan niet de marktwaarde kon worden gegenereerd, dat een toereikende AOIC was. Dat vonden dan ook die specialisten. Begrijp ik dat goed? Even, u zei in de tussenzin, als ik het goed hoorde, waarvan niet de marktwaarde kon worden gegenereerd, hoorde ik dat goed? Nee, niet in dat spreadsheet. Dat is ons. Dan weet ik niet welke spreadsheet u gezien heeft, maar ik heb een spreadsheet gezien bij de controle en bij de klachtprocedure, waarin een apart tapje zat, waarin in één van die tapjes, als je helemaal naar rechts gaat, dan staat daar een rentepercentage en daarmee kun je variëren. En dan kun je gewoon de marktwaarde mee berekenen. En verder is het zo dat Vestia ook in Bloomberg Terminal uitstekend de marktwaarde kon zien. Dus die konden ze volgen. De Deloitte vonden het voldoende? Jazeker. Oké, nee, prima. Dat is duidelijk dan. Ja, maar u zei net dat het niet berekend kon worden. En dat wil ik gecorrigeerd hebben, want het kon dus wel. Dat hebben we ook gezien. Prima. Meneer Klop, in de management letter van de jaarrekening 2009, daar zegt u ook dat de treasurer, Marcel de Vries, een grote mate van vrijheid geniet. Maar u geeft daar ook bij aan dat Vestia tegenwicht biedt aan die vrijheid door de Treasury Commissie. Een jaarlijkse rapportage aan de commissarissen. Die Treasury Commissie die bestond uit Staal, Wevers en de Vries zelf. Dat klinkt een beetje raar. Omdat je zegt, de Vries is de treasurer, hij zit ook in de Treasury Commissie. Wat is dan precies dat voldoende tegenwicht bieden aan die grote mate van vrijheid die u zelf beschrijft? Nou, dat betekent dat er 3 mensen dan in dit geval zich ook bezighouden met de treasury en kijken van wat moet er allemaal gebeuren. Ik heb ook een verbeterpunt opgenomen, hè? Dus ik bied het tegenwicht. Ik schrijf, er worden verslagen van gemaakt. Maar ik zeg ook, die worden niet getekend. We adviseren u dat wel te doen. Dat is een verbeterpunt wat ik adviseer eind 2009. Dus wat daarmee is gebeurd, dat kan ik niet overzien. Was het tegenwicht voldoende?
Tegen die vrijheid van de Vries? Voor mij was het tegenwicht voldoende in het licht van de controle van de jaarrekening. En wat er na mijn controleperiode is gebeurd, dat weet ik niet. Ik heb nog eens bijgenoemd, dat tegenwicht, dat dat ook wordt geboden doordat de Raad van Commissarissen jaarlijks vooraf wordt betrokken bij de treasury-activiteiten en achteraf wordt geïnformeerd over de resultaten. He, dus er was meer. Mm-hmm. Oké. In diezelfde managementletter bij de jaarrekening 2009, daar kondigde u een nieuw onderzoek aan door die specialisten van Deloitte VAS. Dat is ook nagenoeg afgerond, staat er. Hoeveel derivatencontracten werden daarna door de specialisten van Deloitte onderzocht, bij die gelegenheid, bij dat nieuwe onderzoek? Ik herken niet dat u zegt dat na de accountscontrole een nieuw onderzoek zou hebben plaatsgevonden. Ik heb u net uitgelegd, geprobeerd tenminste, dat in 2008 is op een bepaalde manier gegaan. In 2009, specialist die deed zijn werkzaamheden, rapporteerde aan mij en daarnaast rapporteerde die ook separaat aan de bestuurder. Het waren zeg maar twee gescheiden trajecten die wel betrekking hadden op dezelfde werkzaamheden. Dus ik herken de vraag, ik begrijp het niet. Nou, dan even heel helder, dan hebben we dat ook zorgvuldig gedaan. Heeft Deloitte VAS, de specialisten van Financial Advisory Services van Deloitte, hebben die naar aanleiding van de jaarrekening 2009 werk verricht in het kader van controleren van derivatencontracten? Nou, datgene wat ze hadden moeten doen, voordat ik mijn controle kan afronden, dat hebben ze gedaan. En wat ze daarna hebben gedaan, misschien dat u dat bedoelt, dat weet ik niet. Mm-hmm. Even nadenken hoor. Er is dat rapport, dat is volgens mij van augustus 2010 of zo, dat rapport van VAS, wat ze uitgebracht hebben aan Vestia over die derivaten. Maar daarvoor hebben ze, voordat ik mijn handtekening zette, aan mij gerapporteerd wat ze gedaan hebben. Is dat antwoord op je vraag, Lien? Dat heeft dus ook wat te komen zien. Ja, dus het is heel anders. Ze hebben dus gewoon naar de derivaten gekeken, naar aanleiding van uw opmerkingen in de management letter 2009. Of daarvoor, zegt u daarvoor. Was voor of na de managementletter? Ik begrijp de vraag misschien nog steeds niet, maar misschien kan ik zeggen wat ik weet. De controle van de jaarrekening 2009, mm-hmm. Daar zijn specialisten van VAS voor ingezet. Mm-hmm. Die heb ik aan het werk gezet en gezegd wat ze moeten doen. Mm-hmm. Rapporteren aan mij. Mm-hmm. Ik beoordeel dat, wij bekijken dat. Conclusie is, het is goed. Goedkeurende verklaring, mm-hmm. Rapport aan de raadcommissaris. Okay, helder. Daarnaast zegt Vestia tegen VAS rechtstreeks, wij weten dat jij dat werk gedaan hebt. Mm. Wij willen van jou apart een rapport rechtstreeks van VAS aan Vestia. Dus dat is een aparte opdracht van Vestia aan VAS, die daar ook apart over rapporteert. Ook er is ook een apart, apart rapport van. Nee, helder, prima. Dan nog één vraag, meneer Klop, op dit punt bij 2009. In de paragraaf fraude-risico-analyse, daar geeft u in aan dat er specifieke werkzaamheden zijn uitgevoerd om het omzeilen van de interne beheersingsmaatregelen te detecteren. Dat is mijn vraag. De Vries die verdiende aan de derivaten, maar dat is dus niet opgevallen. Hoe kan dat dan, als u in het kader van de fraude-risicoanalyse specifieke werkzaamheden uitvoerde? Nou, eerst even over de Vries. Volgens mij is er sprake van vermeende fraude. Niet flauw bedoeld, maar hij is nog niet veroordeeld. En verder is het zo dat alles wat buiten de boeken gaat, dat zien wij niet. En wij hebben dan, als er al sprake van is, dan niets van gezien. Ik zit even te zoeken. Even kijken hoor. Oh ja. Kijk, we moeten u doorlezen in dat stuk. Daarnaast hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het omzeilen van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en belangrijke schattingen bij de jaarrekening. En zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties. Kijk, wat wij doen als accountant, wij denken na van, ja, kijk, laat ik het zo stellen. Als accountant word je niet ingehuurd om fraude te ontdekken. Maar wij moeten natuurlijk wel alert zijn om dat te ontdekken, om het te zien. Als het er is, dan is het wel fijn als we dat zien. Het is altijd vreselijk als het er is en je hebt het niet gezien. Mm-hmm. Wil je echt forensisch onderzoek doen, ja, daar is de kaderscontrole niet voor geschikt. Dan moet je veel meer doen, kost ook veel meer geld, veel dieper gaan, duurt veel langer. Ik zeg altijd, het verschil tussen een reguliere kaderscontrole is, je hebt een document en je gaat ervan uit dat het document klopt, en een forensisch, en dat het niet is vervalst. En bij een
forensisch onderzoek. Die ziet een document en die gaat er eigenlijk van tevoren al vanuit dat het is vervalst. Die gaat eerst vaststellen dat het document, nou ja, echt is. Laat het zomaar stellen. Er zijn hele richtlijnen voor van hoe je dat allemaal moet doen. Mm-hmm. En dat hebben we ook bij Vestia gedaan. Dus, ja. dus wij denken, nou, zien wij hier dingen? Ja. Meneer Bashir aanvullend, dit punt. Ik zit even te luisteren naar u, meneer Klop. Maar het is mij niet helemaal duidelijk wat nou die specialisten van Deloitte precies hebben gecontroleerd met betrekking tot de derivaten. Kunt u ons dat duidelijk uitleggen? Ja hoor. En is er niet duidelijk wat ze hebben gedaan ten behoeve van de specifieke rapportage voor Vestia? Of wat ze ten behoeve van mijn controle hebben gedaan? Of alle twee niet? Dan behandel ik ze alle twee, dat is ook goed. Het is mij niet duidelijk wat ze precies gecontroleerd hebben en hoe ze dat gedaan hebben. Dan zal ik het interpreteren als voor mijn controle. Kijk, wat ik ze gevraagd heb, dat zijn twee dingen. De eerste is dat ik zeg van, kijk naar die instrumenten, of dat die toegepast mogen worden bij kostprijsherexercating. Of dat die mogen, ja, volgens de richtlijnen van de jaarverslaggeving EN 290, maar in ieder geval of dat die dingen toegestaan zijn. Dat is één. Tweede is wat ik gevraagd heb, van kijk of dat er sprake is van een effectieve hedge, met andere woorden, of dat die derivaten in balans zijn, zich op de goede manier verhouden met betrekking tot de variabele rente en de leningen. Dat zijn de twee vragen die gesteld zijn. En in beide gevallen hebben ze geantwoord dat het klopt. Ja. Dus ze hebben gezegd van de derivatenportefeuille van Vestia. Dus de specialisten van Deloitte hebben dus gezegd tegen u dat de derivatenportefeuille van Vestia voldoet aan de geldende wet en regelgeving. En twee, ze hebben gezegd dat de derivatenportefeuille van Vestia één op één te koppelen is aan de variabele leningportefeuille van Vestia. Nou, één op één wel vanuit de portefeuillebenadering. Ik bedoel, Vestia, het is niet zo dat elk individueel contract apart gekoppeld is aan een individuele variabele rente en de leningen. Maar dat werd op portefeuilleniveau gedaan. Ook dit is een punt wat in de discussie bij de rechtbank aan de orde is geweest. Vestia was of is nu van mening dat je dat één op één moet doen of dat je niet de portefeuillebenadering mag doen. Vestia toen was van mening dat dat mocht. Ik moest kijken of dat het oordeel toen, of dat acceptabel was, of dat mocht, niet verboden was. En het antwoord was dat mocht en niet verboden was en dat dat toegestaan was. En ik begrijp het ook, want Vestia deed alles op portefeuilleniveau. Ja, dus het antwoord is ja. Nou, moet even de vraag precies zeggen, precies weet waarop ik ja. Ik heb twee vragen gesteld. De eerste vraag was, naar aanleiding van uw antwoord, dat de derivatenportefeuille van Vestia voldeed aan wet en regelgeving. Ja, kijk, wet en regelgeving, dan zeg ik tegen u welke wet en regelgeving bedoelt u? Nou, de wet en regelgeving is bekend, ja, natuurlijk. U weet best waar we het over hebben. Nee, u bent accountant, meneer Klop. U weet toch wat voor wetten en regels gelden in dit land? Ja, u bent accountant juist, bij Deloitte. Juist. U bent specialist als het gaat om de woningcoöperaties. Ja, maar juist omdat ik weet welke wet en regelgeving er geldt, zeg ik welke wet en regelgeving bedoelt u? Want die is zo verschrikkelijk breed. Ik zal het toelichten. In het kader van de derivaten. Ja, daar dus staat bijvoorbeeld in MG 94. Ja, daar hebben we het net over gehad, ja. Ja, daar staat dus MG 94, 31 staat gewoon heel duidelijk dat de open posities als het om derivaten gaat niet toegestaan is. Dat is de wet en regelgeving. Ja. En als je dan naar derivaten kijkt, dan zou je dus ook moeten kijken of daaraan. Ja, dat is ook gebeurd. Vestia had geen open posities. De derivatenportefeuille die stond in balans met de leningen. Ja, ik wil u wel uitleggen hoe die portefeuille dan precies werkte. Maar nee, dat is duidelijk. Maar die dat is ook een antwoord. Die is, het antwoord die is wat u geeft is ook een antwoord. Nee, dat is duidelijk. Meneer Klop, u hebt ook net antwoord gegeven op de vragen van de heer Van Vliet over de risico's op fraude. U zegt van wat buiten de boeken omgebeurt, dat zie je niet. Ja, uiteraard kun je dat niet meteen zien, maar u hebt niet geconstateerd dat er mogelijk toch wel risico's daarop waren. Klopt dat? Nee, wij hebben daar geen enkele indicatie voor gehad. Als u specifiek bedoelt op de vermeende fraude bij de derivaten. Dank u wel. Meneer Klop, de accountant die controleert of de gepresenteerde feiten kloppen. En dus een accountant kijkt ook of er geen fouten zijn gemaakt met de cijfers.
En de werkzaamheden van zo'n accountant, die komen bij maatschappelijk belang ook wat een handtekening van een accountant waard is, is ook een borging voor anderen inderdaad, dat wat er gepresenteerd wordt, dat het juiste is en dat de risico's in kaart zijn gebracht. En ja, mensen die willen natuurlijk ook zien hoe zit het met frauderisico's en is dat wel een fraudevrije club. Maar die administratie die was uiteindelijk dat spreadsheet ten aanzien van de derivaten. En bij het toepassen van die regels over het gebruik van derivaten, daarvan ziet onze commissie dat er toch vragen reizen over de toepasbaarheid binnen die MG 9431, of dat wel allemaal correct gebeurde, waarin staat dat je geen open posities mag innemen. En er is uiteindelijk het vermoeden en de verdenking van zware fraude. Dat allemaal bij elkaar optellend, dat zie ik niet terug in de jaarrekeningen die u controleert als Deloitte Accountant. Wat zegt dat nou over uw controle? Nou, u zegt er heel veel zo. Kijk, u noemt de open posities. Hè. Ik heb uitgelegd dat ik gecontroleerd heb of dat de derivatenpositie juist is beantwoord in de jaarrekening. En dat betekent dat er sprake moet zijn van de situatie dat de derivatenpositie variabel rentende leningen omzet in vast rentende leningen. Dat is uiteindelijk op portefeuilleniveau de vraag. Als je het hebt over open posities, dan is de vraag, moet je dat nou bekijken per individueel contract? Of moet je dat bekijken op portefeuilleniveau? Mm-hmm. En als je dan kijkt de regelgeving die daarvoor geldt, hè, althans bij de accountantscontrole daarvan, die RJ 290... die zegt van per saldo geschreven posities, open posities, zijn niet toegestaan. En dat is nou net de grap. Vestia had een portefeuillebenadering en die portefeuillebenadering is ook toegestaan. Ook dit is uitvoerig aan de orde geweest in de procedure bij de rechtbank. Van heeft Vestia nu open posities of niet? En toen hebben wij ook betoogd, dat is ook, de rechtbank is dat met mij eens, dat er per saldo sprake is van een positie waarin een variabel rentende leningen worden omgezet in vast rentende leningen, dat er per saldo dus geen sprake is van een open positie. Dus in die zin is dat gecontroleerd. Niet in mijn hoofd van MG 94 die je net noemt, maar wel het begrip open posities, want daar gaat het om. Mm-hmm. U zei net ook dat ik moet controleren of de cijfers kloppen. Ja, dat klopt. En kijken of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. En als je het hebt over de derivaten, dan is van belang dat duidelijk is hoeveel derivaten dat er zijn, welk soort dat er is, maar ook de negatieve marktwaarde en de margin calls, het liquiditeitsrisico. Dat is allemaal keurig netjes toegelicht, dat 2-3 pagina's toelichting in. Dus wat zegt dat over de waarde van de accountant? Want dat vroegen we ook, nou, dat die waarde heel hoog is, want ik heb ervoor gezorgd dat die toelichting in de jaarrekening 2008 toereikend is, uitvoerig is, gedegen is. En dat zegt niet ik alleen, dat zegt de rechtbank, is met dat met me eens. Goed, dan nog een andere vraag, meneer Klop. U was 9 jaar lang de controlerende accountant. Ja, precies, 10 jaar, want 2000 moet je voor mij ook... 10 jaar zelfs, uitstekend. Ja. Nou ja, dus 10 jaar controlerend accountant. En al die jaren heeft u, zoals u zelf zegt, uw verantwoordelijkheid genomen als accountant en alles gecontroleerd wat u diende te controleren. Daarna zien wij na 2010 dat er een andere accountant komt. Daar zit vrij weinig tijd tussen, maar op een gegeven moment barst de vulkaan bij Vestia en is het praktisch failliet en moeten allerlei mensen zich bezighouden met de redding van Vestia. Mijn vraag aan u is, wat is nou, had u als accountant, langjarig controleerd accountant, nog iets kunnen doen om te helpen dit debakel te voorkomen dat het überhaupt zover had kunnen komen bij Vestia? Ja, die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Eventjes over die 10 jaar was niet om flauw te doen, maar dat ik 10 jaar accountant was, betekende dat ik vanuit onafhankelijkheidsregels al in 2007 heb aangekondigd. Let op, 2009 is mijn laatste jaar, dus vandaar dat ik het zei. Misschien prima. Dat ik even heel precies wil zijn, maar zo zit ik wel in elkaar. Ja, maar nu naar de debakel toe. En Ja, u zei ook, dat is vrij weinig tijd. Ook daarin wil ik heel precies zijn. Volgens mij is najaar 2011 is dat boven tafel gekomen. Ik heb 2009 gecontroleerd, dus dat is toch wel eventjes later. Dus dat is niet wel een langjarige voorgeschiedenis aan vast, zo bedoel ik dat. Dat is waar, maar als je zegt goed, vrij weinig tijd. Wat had u kunnen doen, meneer Klop, om het debakel te voorkomen? Ja, ik wil u heel precies antwoord geven. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd, van wat had ik kunnen doen? Weet u, ik doe vreselijk, hè, wat er allemaal is. Ik zou het echt niet weten. Ik bedoel,
Ik ben accountant geweest tot en met 2009. Ik heb vastgesteld dat Vestia alle liquiditeitsrisico's, die derivaten, dat ze snapten waar ze mee bezig waren, dat ze voldoende buffer hadden. Ik heb ook gezien in de tijd dat ik accountant was, dat de toezichthoudende organen intern, extern, precies konden zien met de derivaten hoe het er allemaal voor stond. U bent het nu aan het onderzoeken. Ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig van wat er uitkomt. Maar ja, wat ik had kunnen doen. Kijk, ik heb me dat echt afgevraagd. Hè, van wat had ik nou anders moeten doen? Ik zou het echt niet weten. Ik zou weer specialisten inschakelen. Ik zou weer in het rapport van bevindingen de opmerking overnemen. Ik zou weer akkoord gaan met de jaarrekening zoals die er nu is. Ik zou weer tot de conclusie komen dat er met de continuïteit van Vestia, toen ik accountant was, helemaal niets aan de hand was. En ik zou de controle weer op dezelfde manier doen. U begrijpt me dat ik heel blij ben dat de accountantskamer heeft gezegd dat ik die controle diepgaand, deskundig en kritisch heb gedaan. Maar maatschappelijk, ja, ik weet het niet. Waar ik aan zit te denken, kijk, corporaties zijn met ingang van 2009 wettelijk controleplichtig. Dat betekent dat de accountantscontrole onder toezicht van de AFM staat. Maar dat betekent ook dat de jaarrekeningscijfers openbaar zijn. En wat ik denk wat een hele goede zaak is, dat er een ontwikkeling is om met benchmarking te gaan werken en gewoon te publiceren van hoe zien die cijfers er allemaal uit. Dus om die wereld transparant te maken, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat vind ik in alle sectoren, maar ik denk dat transparantie daarin heel belangrijk is. Ja, je geeft een helder antwoord. Je zegt gewoon, ik had daar zelf verder niks aan kunnen doen. Ik zou echt niet weten, nee, tenzij u suggesties heeft, maar... Nee, ik ga u geen suggesties in de mond leggen, dus ik was benieuwd naar uw antwoord. Meneer Bashir. Ja, meneer Klop, u was eindverantwoordelijk bij Deloitte als het gaat om de woningcoöperaties. Kunt u voor ons aangeven wat uw verantwoordelijkheden waren en nu zijn? Wat die verantwoordelijkheden waren en nu zijn? Ja, dat is het, hè? Graag kort antwoorden. Ja, u stelt allemaal zulke moeilijke vragen dat ik het gevoel heb dat ik... Kijk, wil ik daar heel precies antwoord op geven? Kost dat even tijd. Nou, ik was landelijk aanspreekpunt, het gezicht naar de markt voor corporaties, noem het een commerciële rol. Ik was niet verantwoordelijk voor de accountantscontrole van alle accountants. Elke accountant is individueel accountant verantwoordelijk voor zijn eigen controle. Daar hebben wij een afdeling vaktechniek voor. Nou, wat ik deed, ook vanuit die rol, dan heel specifiek naar de casus wat over gaat. Ik zeg, ja, er is kredietcrisis. Dan zie ik een aantal risico's, signaleer ik. Ik zie het risico van liquiditeitscalls naar aanleiding van die derivaten. Nou ja, goed, dat is allemaal bekend. Ik zie niet het risico van niet verkochte grond. Ik zie het risico van niet verkochte koopwoningen. En dat zijn dingen die ik dan inbreng bij vaktechniek. En zeg van ja, dat moeten wij bij de risicoclassificatie, zoals wij dat noemen. Eigenlijk dan zeggen, ja, is deze controle nu bijzonder of niet? En wat moeten we doen? Breng ik in bij vaktechniek. En die moet dan weer zorgen dat dat in de controleprogramma's wordt opgenomen. Is dat duidelijk voor de verantwoordelijkheden? Ja, toen? En nu, wat zijn die? Nu ben ik, anno vandaag, ben ik verantwoordelijk voor de audit-related service voor de publieke sector. Dat is gemeente, zorg, onderwijs en corporaties. Ik ben niet meer actief als controlerend accountant, dat zal ik u uitleggen. Ik sta wel ingeschreven in het register bij de MBA, maar niet ingeschreven bij het register van de AFM. En dat ga ik u uitleggen. Eind 2008 is de AFM op bezoek gekomen bij de vier accountantskantoren. Heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij de vier grote kantoren. Hebben ze 49 dossiers getrokken. Ik was één van die 49. En bij de helft van die dossiers waren er bevindingen. Maar ik was één van die dossiers. En u bent berispt? Sorry? U bent berispt? Nou, dan vertel u meer dan mij. Klopt dat? Toen, naar aanleiding daarvan, was een van de dossiers, was een dossier van mij met een bevinding. Met bevindingen. En toen kwam ik voor de vraag van wat moet ik daarmee? Wat betekent dat? He, want waar gingen die bevindingen over? Dat ging over de formele vastlegging van de controle. En daar had ik verbeterpunten. En ik zal er één voorbeeld noemen. Het is heel belangrijk, en het is ook heel belangrijk, dat je als partner zelf betrokken bent bij de accountantscontrole, dat je daar over de vloer komt, dat je je ermee bemoeit, dat je met de klant in gesprek bent, dat je nadenkt over de risico's enzovoort. En dat ben ik. Ook bij Vestia, ik kwam daar heel veel over de vloer. Ik heb in het voorgesprek ook gezegd, als we daar afspraken moesten maken, pakte ik nooit mijn agenda, ik kon gewoon altijd. Deze controle die de AFM heeft gecontroleerd was niet Vestia, hecht ik aan het op te merken, dat was een gemeente. En ik had een elektronische agenda waaruit bleek
wanneer ik waar met wie over dingen gesproken had. En je had een elektronisch dossier. Ja, weet u, in dat elektronisch dossier had beter vastgelegd moeten worden in welke mate ik nou als partner zelf betrokken ben geweest bij de controle. Ja, ik had natuurlijk gewoon het elektronisch dossier erin op moeten nemen. Dat was natuurlijk veel beter geweest. Heb ik niet gedaan. Is een verbeterpunt. Het heeft heel veel pijn gedaan bij mij. Maar ik stond toen wel voor de vraag van, wat ga ik nou doen? Ga ik me nou richten op die formele vastlegging van de controle? Of maak ik een stap en ga ik me helemaal richten op de inhoudelijke kant van mijn werkzaamheden? Dat laatste heb ik gedaan. Heb ik gezegd van, haal me dan ook maar uit het register bij de AFM. Ik denk dat de AFM dat ook niet vervelend vond, want ze hadden bevindingen bij mij. Dat loop ik niet van weg, dat is zo. Dat is pijnlijk. Heel ja, maar vervelend. U zegt heel duidelijk van, dat was geen berisping. Nee, dat was geen... Ja, AFM geen... controleert u, vervolgens wordt u uitgeschreven uit het register. Heb ik mij laten uitschrijven, van... ja. Ja, maar kijk, laat het helder zijn. De AFM die houdt toezicht op de accountantsorganisatie Deloitte. Deloitte heeft de zorgplicht aan mij. En dan gaan wij nadenken van, wat betekent dat? Dus het was absoluut zo dat ik een dossier had met verbeterpunten waarvoor ik op mijn vingers getikt ben door de AFM. Laat het heel duidelijk zijn. Ja. En hoe je dat dan noemt, maar het woord berisping, het was een dossier en dat moest beter. Maar het ging wel over de formele kant van de controle. De inhoudelijke controle, die staat nog altijd recht overeind. U bent en toen ook heb nog ik steeds... ook gezegd, ik ga me richten op de inhoud. Nee, de ironie dat heeft van u gezegd. Sorry? Dat heeft u net gezegd, van ik ga ja, me de ironie van het lot is natuurlijk dat ik sinds 30 januari 2012... dat vestje op de voorpagina van het FD stond, alleen maar bezig ben geweest met formele vastlegging van de controle. Maar u bent wel nog steeds partner bij Deloitte? Ik ben nog steeds partner bij Deloitte. Tenzij u voor mij andere informatie heeft die ik nog niet heb. Maar toen ik hier net binnenstapte, was ik nog steeds partner bij Deloitte. En daar ben ik ook. En daar ben ik ook heel erg trots op. Partner bij het kantoor? Ja, ik weet niet wat u nou met deze vraag bedoelt, maar ik ben partner bij Deloitte, partner bij het kantoor. Ik weet niet waar u anders aan denkt. Kijk, er zit wel een suggestie in de vraag dat ik het niet meer ben. Laat het nou helder zijn, Deloitte steunt mij volledig. Daar ben ik ook blij mee. En dossier Vestia is behalve door de Kaderskamer ook door Deloitte heel grondig onderzocht. En ik kan u vertellen dat dat heel diepgaand is. En dat was de conclusie van, ja... En weet AFM eigenlijk ook dat u nog steeds partner bent bij Deloitte? Zou we de AFM moeten vragen, maar ik neem het aan, ja. En natuurlijk weten ze dat. De AFM, die is 30 januari 2012, stonden ze direct op de stoep om het dossier van Vestia te beoordelen. Hebben ze ook gedaan. Natuurlijk weten ze dat. Ja, ik nou goed, ik ga en anders even hebben wat ze water drinken. Maar, dus er zit een suggestie in meneer vraag. Meneer Klop, ik word volledig gesteund door Deloitte. Meneer Klop, we hebben ook gekeken naar... corporaties waar Deloitte accountant is, of was. En wat ons opvalt is dat we dan ook een lijstje hebben van corporaties waar problemen waren. Bijvoorbeeld Woonbron, Servatius, WSG. En u was ook eindverantwoordelijk, zegt u, voor de corporatiesector. U zegt weliswaar voor de commerciële kant, maar u was wel eindverantwoordelijk. En mijn vraag is, wat zegt dit nou? Dat juist u als eindverantwoordelijke ook nog eens bij Deloitte werkt, die ook accountant was bij Woonbron, Servatius en WSG. Volgens mij zijn er ook incidenten waar wij geen accountant waren, maar kijk wat het zegt dat wij een groot marktaandeel hebben. Het Centraal Fonds publiceert elk jaar marktaandelen van corporaties. En in die tijd schommelde dat rond de 43%. Dus wij kwamen bij wel heel veel corporaties als accountant over de vloer. Dus het is niet gek dat als ze zich incidenten voordoen, dat die zich ook voordoen bij cliënten van ons. En die incidenten hebben ook allemaal een verschillende oorzaak. En als ik deze drie op een rij zet, het was in die tijd zo dat de corporaties werden aangemoedigd om te investeren. Ze waren de motor van de economie ten tijde van de crisis. We hadden de vogelaanwijken. In Rotterdam-Zuid moest er 1,5 miljard geïnvesteerd worden. Moet nog overigens om de wijken wat omhoog te brengen. Er werd gevraagd aan de corporaties om de projecten van commerciële ontwikkelaars over te nemen. Er zijn velden toegevoegd, leefbaarheid, wonen, zorg. Dus dat men worstelt met de vraag van ja, wat is nou mijn taakgebied en wat betekent dat? En dat daar dan incidenten zich voordoen, dat gebeurt. Maar wat het zegt, dat is een antwoord op uw vraag, dat Deloitte een groot marktaandeel heeft. Maar u zegt eigenlijk hiermee samengevat dat het niet aan Deloitte lag. Nou, u vat het wel heel kort samen. De rol van de accountant, hè, wat hebben we het dan over, hè? Want Deloitte is ook belastingadviseurs, consultancy.
De rol van de accountant is zorgen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. En er zijn andere mensen, toezichthouders, die op basis van dat beeld hun conclusies moeten trekken en daar ja, iets mee moeten doen, of niet. Wij moeten zorgen dat de foto van die werkelijkheid, dat die klopt. En de rol van de toezichthouder is om op basis daarvan al dan niet actie te ondernemen. Wat wij wel gedaan hebben, wat ik gedaan heb, is vanuit die landelijke rol heb ik elk jaar hebben wij gepubliceerd over ontwikkelingen in de sector. We hebben een boek gepubliceerd over corporatie governance, over verbindingen, over deelnemingen, over duurzaamheid. Allemaal met als doelstelling om de sociale voorzieningsvesting wel een stap verder te helpen. Dus goed, meneer Klop. We naderen het einde van het openbaar verhoor. Kunt u nog iets zeggen over de accountant die na u kwam? Bij Vestia bedoel ik, sorry. Ja, ja, daar kan ik wat over zeggen. Dat is KPMG. Mm-hmm. Wat vindt u van hun rol daarna? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Kijk, de accountantskamer of Vestia, de AVM en de Lakenman hebben een klacht ingediend tegen KPMG bij de accountantskamer. En daar is ook een oordeel over uitgesproken. Daar ga ik niet over. Daar ga ik ook niks over zeggen. Ik vind het buitengewoon triest wat er is gebeurd. Ik kan niet anders stellen. Met Vestia? Ja. Helder. Meneer Groot heeft ook nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog een beetje een filosofische vraag. Je ziet dat bij Vestia de derivaten ontwikkelen zich tot een miljardenbedrijf. En dat maakt het belangrijk dat er een goed werkend treasury-statuut is. Ja, u heeft dat getoetst. Hè. Er is een scheiding van functies. Er is een vier-ogen-principe wordt toegepast. Er is een scheiding van de administratie, de front office en een back office. Maar wat wij als commissie hebben vastgesteld is dat er is wel aan die letter voldaan, maar feitelijk functioneert het vier-ogen-principe functioneert niet, want er wordt blind getekend. De scheiding van de front office en de back office stelt niet zoveel voor en er worden toch gewoon behoorlijke risico's genomen. Tegelijkertijd, u signaleert dan terecht ook dat er risico's worden gelopen met de derivaten, dat die portefeuille aandacht verdient. U zet er ook specialisten op, maar die specialisten die achterhalen vervolgens niet dat er fees worden betaald aan tussenpersonen. Ja, dat bij mij de vraag op wat hebben we nou aan een accountantsverklaring uiteindelijk? Als het lijkt een beetje op dat er een afvinkcultuur is en dat het niet de werkelijke gang van zaken in het bedrijf beschrijft. Kunt u daar wat op reflecteren? Zeker. De afvinkcultuur, die we eens even beter pakken. Ik ben accountant geweest bij Vestia, waarbij ik al die jaren de ontwikkelingen die er waren in de volkshuisvesting meegenomen heb bij die controle. En omdat Vestia groot en actief was, kwam ik daar ook alle ontwikkelingen tegen. Was ook leuk natuurlijk, om dat op die manier te doen. En het was voor mij ik kreeg heel het woord afvinkcultuur, hoor. Wat heel erg belangrijk is dat je kijkt van ja, maar waar draait het om? Wat zijn nou de echte risico's? Als u mijn rapport 2008 ziet, dan ik moet het niet opzoeken. Daar schrijf ik ook van het is kredietcrisis, er zijn incidenten en dat leidt ertoe dat ik deze punten allemaal aandacht geef in de controle. Dan heb je het dus over grondpositie, niet verkochte koopwoningen, derivaten, nou ja, u heeft het waarschijnlijk allemaal gelezen. En ik heb heel inhoudelijk heel erg daarnaar toegetrokken. Nou, ik heb je net gezegd, daardoor kwam de formele kant van mijn controle, ik kreeg niet die aandacht die het zou moeten. Als je zegt afvinkcultuur, ja, dan lijkt het net of ik bedoel met de formele kant afvinkcultuur, maar wat ik bedoel is van, er moet ook wel veel afgevinkt worden om aan alle regels te voldoen. De AVM kijkt er ook naar, er wordt intern naar gekeken enzovoort. Maar dat moet niet zijn afvinken, je moet wel nadenken vooral. En wat heel belangrijk is, wat mijn hart heeft, is dat je kijkt inhoudelijk maar wat speelt er? Ik ben een man van de inhoud, ik vind het ontzettend belangrijk te kijken van wat gebeurt er nou? En ook dat we nu als accountant aan het nadenken zijn van kunnen we daar nu een stap in maken. Maar er zit ook een dilemma aan vast. Want als wij maar iets roepen,
kunnen wij zo voor de tuchtraad worden geklaagd of een claim aan de broek krijgen. Ik ken een situatie, meerdere, maar denk ik wel, maar dat wordt gevraagd aan de accountant, wat vind je van de bestuurder? En dan zegt die accountant van, nou, ik vind dat hij wel wat beter kan. Stel, hè. Overigens, staat voor mij los van Vestia. Geef even een voorbeeld. Wat gebeurt er dan? Die bestuurder, die kan dan gewoon die accountant voor de tuchtrechten dagen. Wat je dan krijgt, is dat wij natuurlijk wel heel voorzichtig worden om iets te zeggen. Want voor je het weet, heb je een claim aan de broek. Dat willen wij natuurlijk ook niet. Maar die juridisering van die maatschappij, die is er wel. Die moeten we onder ogen zien. En weet u, ik ben zelf in het kader van fraude ook wel eens bezig geweest met de vraag, kunnen wij open bronnenonderzoek doen? Hè? Want het is heel simpel om in de Kamer van Koophandel te kijken van wie heeft nou welke zakelijke belangen. Ik dacht, dat is handig, dat is slim. Hè? Dan kunnen we gewoon kijken van hoe dat zit. Dus je zoekt op naam, je zoekt op persoon. Ja, loop je op tegen de grenzen van de privacyregels. Dus het dilemma, waar je als accountant wel mee zit, van wil je meer aandacht aan die inhoud geven? Ja, we hebben ook een regelgeving waar we aan moeten voldoen. En we lopen ook, ja, we leven toch in een juridiserende maatschappij. Hè? Want wat we net ook hebben gedaan in het openbaar verhoor, wij zijn verplicht om een rapport van bevinding aan de Raad van Commissarissen te schrijven. Met een letter hoeven we eigenlijk niet, maar als je wat schrijft, dan word je er ook direct op aangesproken. Dat is een dilemma. En ik vind dat we als accountant heel goed moeten luisteren naar het maatschappelijk verkeer. Dat zijn jullie in dit geval, dat zijn de media, dat zijn de journalisten. Van ja, wat willen die nou eigenlijk? Die willen eigenlijk weten van gaat het nou goed of gaat het niet goed? Hè? Van is er nou wat aan de hand? En dan is het kijken naar de accountant. En ik heb net ook gezegd dat het zou helpen als we voor de sector iets met brandsgegevens komen. En dat je dan beelden gaat laten zien. Ik denk dat dat helpt. En die jaarrekening zelf, ja, die moeten mensen natuurlijk ook wel goed lezen. En de accountantsrapporten. Ik bedoel, ik heb hier net wat dingen voorgelezen uit mijn rapport. Ja, ik ga er natuurlijk wel vanuit dat mensen dat lezen en dat ook wel heel serieus nemen. En ik heb in mijn praktijk ook ervaren dat, nou ja, dat daar bij de opdrachtgever ook wel ruimte voor verbetering is. En uw vraag was van ja, weet je, afwinkelcultuur, je moet ook de ruimte nemen als accountant om veel meer inhoudelijk te kunnen doen. Maar die ruimte moet je ook krijgen en die ruimte komt er nu ook, ook door alle incidenten. Commissarissen worden aansprakelijk gesteld, dus die willen ook meer. Is dat het antwoord op uw vraag? Ja, deels, maar misschien nog iets meer toegespitst. Kijk, ik geef u na, u heeft in die jaarrekening over 2008 ja, echt een aantal risico's gezien en ook gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. Die hadden daar verder mee moeten, wellicht mee moeten gaan. Maar als ze bijvoorbeeld horen dat over de werking van het Treasury-instituut, dat alles goed is geregeld, dat de vier ogen principe gehanteerd wordt en al dat soort zaken. En het beschrijft eigenlijk feitelijk een papieren werkelijkheid. Ja, in zo'n geval wordt de Raad van Commissarissen dan toch op een verkeerd been gezet. En ziet u oplossingen om dat dan te verbeteren? Zeg ik allereerst dat ik niet herken dat het een papieren werkelijkheid is. Maar ik zie wel een oplossing. Kijk, wat heel belangrijk is dat de commissarissen zijn de opdrachtgever, om daar even toe te spitsen. Commissarissen zijn de opdrachtgever van de controlerend accountant. Ik loop al zo lang mee dat ik nog heb meegemaakt dat je als accountant niet eens in de raad van de commissarissen kwam. Dat was Noordon. Dat is pas, ik weet niet welke jaren, het zou misschien 1995 geweest zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval heel lang terug. Langzamerhand is gekomen van ja, die accountant hoort bij de raad van commissarissen. Die raad van commissarissen moet die opdrachtverstrekking en de communicatie met die accountant wel heel serieus nemen en dan zelf ook sturing aangeven. En ja, ik noem altijd het voorbeeld van Lodewijk Pinkhoff. Lodewijk Pinkhoff was een Rotterdamse havenbaron in 1900. Er werd toen geld verzameld en daar ging Pinkhoff mee ondernemen. Maar die ging er vooral voor zichzelf mee ondernemen. En daar kwam toen uit voort dat men zei van ja, we moeten als wij geld schieten, aandeelhouders noemen we dat nu, hebben, dan moeten er mensen op toekijken. Nou, dat zijn de commissarissen, die moeten er controleren, maar dat is een beetje veel werk. En daar is het beroep accountant uit voortgekomen. Dus die accountancy is een hele directe link met die raad van commissarissen. Ik heb wel eens gezegd van, misschien moet die accountant wel weer lid worden of zo van de raad van commissarissen. Daar gewoon altijd bij zijn, want je komt nu alleen maar in dat stukje wat over de jaarrekening gaat. Maar dat gaat natuurlijk wel heel erg ver en het kost ook weer geld. Nee, klopt. Sorry dat ik onderbreek, maar ongetwijfeld zullen we in de Kamer, de Tweede Kamer, de actualiteit van het accountantsberoep verder gaan,
van uitkristalliseren, maar we dwalen nu toch een beetje af van ons thema en ons onderzoek. Dat komt door de vraag, omdat die filosofisch is natuurlijk. Nee, zeker. Dat was een prima vraag van collega Groot, maar op een gegeven moment moet ik als voorzitter ook aan het proces denken en ook aan de klok. En we zijn aan het einde van het openbaar voor, meneer Klop. Dank en ik sluit de vergadering. Oké, dankjewel.